Je is zo laag, dat ik je echt wil je de laan uitsturen. Dat is super leuk. Dit is, is vroeger, hè? Dit is vroeger. Laatst had ik het nou een keer over. Je kan niet zo laag zijn. Na een leuke tijd hebben gehad in Suriname, zijn we eindelijk weer terug in de studio waar we gewend zijn Gilly's Love Line op te nemen. By the way, lobby voor mijn mensen, lobby voor Su. Uh, de manier hoe jullie Gilly's Love Line hebben omarmd en geboosterd. Als ik het me had, zou ik een traantje laten. God don't bless. God don't biggie. All the time. En dat blijkt maar ook weer vandaag, want het aantal berichten die ik deze dame heb gestuurd om met de Billy te komen aanschuiven bij Gilly's Love Line. En ze is er. Op een gegeven moment dacht ik zelf: van nou, die zo kost mij. Maar loopt zo. Mevrouw is je zaak, hè? Mevrouw Conkle Chantal Snijders, welkom in Gillies Lovelines. wel, Jawel, jawel. Eindelijk, jawel, leuk dat jawel, je er bent. En, en and by the way, requested door een paar mensen ook nog, hè? <laughs> ik krijg die berichten in mijn DM's en ik denk: weet je hoe vaak ik deze dame heb uitgenodigd? <laughs> maar Ayuru Doro, God's Time, jawel, is wat ik jawel, zei, hè? Jawel, ik hoe, ben er, ik ben er. Hoe gaat het met je? Lekker. Ja? Ik mag niet klagen. Ik mag echt niet klagen. Echt niet? Echt niet. Gewoon Gewoon. Want klagen is een beetje jouw ding in je dus filmpjes. Er <laughs> dus is dus apart als, op ja, te ja, horen. Ik mag niet klagen. Heb ik ben Lucas Massari dan ga ik klagen. <laughs> maar over mezelf nu heb ik helemaal niks te klagen. Ja, Chantal, bekend van uh, uh, haar online sanis, is Time waar je dus eigenlijk... Over jezelf praat, over jezelf klaagt, maar ook andere mensen torie. Uh, alles wat ik zie op mijn tijdlijn, wat ik zie als ik buiten loop. Aye. Gewoon eigenlijk alles. loop lobbying. Maar net even. Uh... We hadden het over Suriname, hè? Of R. En je zei: je bent dertien jaar naar Suriname geweest. ik ben nog niet naar Suriname geweest. Je moet gaan, man. Ik weet ik Moet ik zeker... echt gaan? Maar elke keer, weet je, is dus elke keer stel ik het uit. Uh -huh. Elke keer zeg ik: ik ga, ik ga. En op een of andere manier gebeurt er iets. En dan denk ik: nee. Of ik druk op die totaalprijs van die ticket. En ik denk: nee. Oké, <laughs> ik heb veel kinderen. Jij bent met de hele gang. gang. De hele gang is niet één ticket. Ik moet gelijk zes, zeven tickets betalen. Dat bakken. Dus wanneer ik dan die prijzen zie, dan denk ik: nou, man. Ja. Suriname kan nog even wachten. Dan ga ik weer ergens anders naartoe. Dus. En en waar ga je dan naartoe? Overal, het okay. nee, nee, ik <laughs> maar precies. Oké. Maar ik moet echt naar Suriname. Ik zeg je ga. Jij moet gaan, want Surinamers uh, omarmen je. Dat zie je zelf ook, wil toch? Ik, ook echt gaan. ik ja. wil ook echt gaan. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik uh, met mijn 40ste verjaardag, dus december, wou ik eigenlijk naar Suriname gaan. Ja. Maar door omstandigheden moet ik het een beetje schuiven naar de zomervakantie weer. Oké. Okay. Okay. Ja. Maar je gaat gaan. Gaat goed komen. Ik ga sowieso gaan. Hij kan in uh, Modapet toe. Uh, dat kan ik met mijn eigen ogen zien, want ik weet al wat gaat gebeuren. <gülquen> Dit is Malobida Perre. <gülquen> ah, hé. Yeah. Uh, hey, ik vind het leuk dat je hier bent. Wat we hier doen, we praten straight up over de liefde. Uh, bruut eerlijk eigenlijk. Uh, als een mooie kanten en als een nasty ass kanten. Uh, en, en je kan begrijpen dat als ik naar jou kijk, dat ik dacht als ik met iemand eerlijk kan praten over ben, ja, wat dan amie, ook. Dan is Chantal. <gülquen> ja, is het. Ja, dat is dat niet, hoor? Ja, is... en, 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 en daarom zit je hier. Uh, in die tijd dat ik je zo ging stalken met berichten mm -hmm. en shit, is zoveel gebeurd. Mm -hmm. uh, <laughs> ik word lief, ik kies voor een baby. Schrikkelijk voor de Nog steeds van nog lief, steeds. Ik verloof volgens mij, ik, ik, ik zie een hallo, ring daar. Kijk, Kijk daar, ik, laat, laat zien, stel ja, je kan aan. Je, kan je goed dan je kijken, want ik stel me aan. Ja, ja man. Zie die dames die ring alleen aan die hand, hè, hallo, ja, ik me aanstemmen. Maar dan zie ik ook even voorbij komen, ik ben weer single hoor. Dat ja, denk toen ik, was je boos. Toen was je boos. Weet je wat het verschil Top is? Kijk, normaal. Nee, normale <laughs> mensen doen die shit sneaky. Ik ben niet normaal. Yeah. Ik ben online. Dus yeah. als ik dom ben, yeah. dan ben ik ook online dom. Yeah. <laughs> en ik was gewoon boos. Maar nu ben ik niet meer boos. Dus je was boos was en dat, boos. dat Mickey tak. Niet gewoon alleen tegen hem, maar gewoon publiekelijk. Ik ben weer single, oh, mensen. Als je dom was, als je ah. dom bent. Kijk, soms doe je domme de meeste, zo nogmaals. de meeste mensen doen domme dingen achter gesloten deuren. Ik ben dom nou. online. Like. Dus elke move van mij zie je. En dit was een van de domste dingen die ik heb gedaan. Ja. Oh, dat herken je wel. Je hebt ik, ook spijt van mij. Ik ben helemaal van. eerlijk. Ik, daarom ben ik toch ook weer online gaan verhalen. Ik weet niet wat jullie dachten, wat een heleboel dagoes. Ja. Die waren blij, hè? Ze waren blij. Ja. ja. Met een dode mus. Want dat gaat nog steeds trouwen. oké, oké, oké. Nee, ik ben blij om dat te horen. En ik want... hou van hem en hij van mij ondanks dat ik een idioot ben houdt hij nog steeds van oh, me. Misschien ik. juist daarom houdt hij van je. Dat zeg ik. <laughs> dat is die special effect wat ik heb gewoon. <laughs> nee, maar oké, okay, dat is leuk om te horen. Want ik zou je dus, we zijn eenmaal hier in een soort van uh, show waar we eerlijk over de liefde mm. praten. Wilde ik weten wat is je liefdestatus, maar vroeg ik me echt af is dat is status, want... Nee, echt, verloofd veel, en, verliefd, en dan verloofd, online. Ik ben single, bijna getrouwd. Bijna getrouwd. Hey, ja, we zijn bezig. Het, het is ja, onderweg. We zijn echt bezig. Ja. Oké, okay, want ik moest lachen. Ik belde je. Ah, ik ik belde je. Ik zeg, hey, voor Valka, ik zag zoiets online. Ik ben single. En dan zeg je, Nou, look, Amandja. En dan ik hem zeg. Hallo. Ja. Ik denk, ah, ik hou van deze toxicheid. Ja. Is mijn ding, hè. Ja. Zo'n relatie je zoek ik. Je moet ik. gewoon eerlijk zijn in het leven. Veel mensen <laughs> willen niet eerlijk zijn. Soms ben je gewoon dom. En dan moet je ook herkennen dat je dom bent. Maar... Jij zei dus, uh, uh, je bent al met de hele gang. Ja. Uh, 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 dus uh, kinderen zijn er al, van zijkant ook. Ja, ik heb, ik heb vier kinderen ja. gemaakt. En ik heb één dochter geadopteerd, die is al groot. Ja. En ik heb ook drie bonuskinderen die zijn erbij gekomen. Ja. Dus één blended family. Juist. En het is helemaal gezellig. Dit klinkt ook gezellig. Het is ook echt gezellig. En als ik dan kijk hoe jij bent, ik weet niet hoe die kill is per se, maar hij alleen is het feit nog al dat jij zegt kijk hem hier en hij zegt hoi, denk ja. ik wel. Oh ja. Dit is. Dat dus zijn echt twee uh, <laughs> zelfde Echt uh, Hetzelfde. Maar dan vraag ik me af hè. ik wil niet te lang over die Kill praten omdat hij niet hier is, maar ik word wel benieuwd. Dan hoe heeft hij jou gevangen? Want jij lijkt niet de makkelijkste. Ondanks, nee, hij... ik weet, ondanks ik weet, meestal die mensen als jij hebben een klein hartje. Dat weet ik, heb, ik ook. Ja, ik heb een heel klein hartje. Ah. Nee, ik was gewoon spontaan verliefd. Direct. Jij bent hem gaan zoeken? Nee, we gingen al een tijdje gingen we praten gewoon. Via, via FB gewoon. Uh, hij ging vaak reageren op mijn dingen. En ik reageer eigenlijk nooit op mensen. Maar op een of andere manier ging ik altijd reageren wanneer hij wat ging sturen. Ik weet ook niet hoe dat kan. En toen zei hij een dag, ik kom je groeten. En van die die van spontaan. spontaan. Okay. Tot de dag van vandaag. Groeten, dat no, is hem. Ja, hij is bekomen. Groeten, en precies we daar is we, hij nooit meer we, mee we gegaan. Ik noteren het. Ik kom, je, ik kom je groeten. Dat is dat ding. <laughs> en hij is nooit meer gegaan vanaf die dag. Ja. Is a beautiful thing. Ja. Totdat je een schijn wilde maken. Maar ze was. Even ik skrik ja, Ik allemaal, was, was aan, was tell me aan even. Okay. Maar, nee, ik kan ook niet zonder die man. Ik ga niet jokken. Goed zo. Nee, jokken. Ik hou ah. echt dood van die man gewoon. Hij dieft voor die yeah. man. Vier kinderen, drie kinderen erbij. Uh, uh, en... Je bent nu weer zwanger. En, of, of misschien beledig ik je. heb je yeah, gewoon ik net gewoon je zwanger. Laat de kinderen tot mij komen en je, glow. je ziet die glow. Ja, Als ik niet. het niet over zou hebben, zou je in de camera nee, zien. Je, je ziet, ziet die glow. <laughs> je ziet het. Ik like... kan die dingen niet verbergen. Nee, toch? Nee, je ziet het. Je ziet het. Mijn camera maakt je Je Jawel. Hm? Hallo. Dat zijn we <laughs> toch op bij <deze> ons <laughs> Ja, toch? Ja, je hebt druk het toedrukkend. <laughs> <Of> Altijd. <laughs> ja. Nee. Nee, het is mooi. Het is mooi. Kijk, ik heb veel pech gehad in de liefde. Oh ja. Ik heb heel vaak mijn hart gegeven, alles gegeven. En ja, eigenlijk stank voor dank. Van die mensen die dan met je zijn, sommigen voor de fame. Ik was ook hiervoor, die relatie voor hem. Was ik echt verliefd. En dat liep me gewoon baf. Ineens op een dag: nee, ik wil niet meer. Oh? En ik was helemaal kapot. En eigenlijk zal je dan denken: van, dan geloof je niet meer in de liefde. Maar ik blijf altijd in de liefde geloven. En je ziet, doordat ik altijd in de liefde ben blijven geloven, heb ik ook de liefde van mijn leven nu gevonden. Mm -hmm. Ik ben blij dat je dat zegt, want het is ook iets wat ik altijd zeg. Het maakt niet uit hoe vaak ik op mijn bek val. Het maakt niet uit. Eén ding wat ik nu doe, vinden. in mijn uh, goals. Maar ook in de liefde, ga ik nooit opgeven. Nee, moet je ook nooit Dan laat mama blijven vallen. Dat ja, moet je ook niet doen. Moet want die pijn is ook lobby, toch? Ja, klopt. En mm -hmm. het is niet voor niks, want die, die vervelende dingen, die maken je toch uiteindelijk wat je nu bent. Daarom zou ik niks willen veranderen in mijn leven. Niks wat er ooit is gebeurd. Goede dingen, slechte dingen. Alles heeft een reden gehad ja. om op dat moment te gebeuren want nee. dat heeft mij tot deze vervelende hinderlijke leuke scheint allemaal. Ja, ja ik, ik, dat is een quote die mensen uh, altijd zeggen hè, van ik zou ja, niets willen veranderen. Nee, anders zo. zou ik niet zeggen ja, ik weet niet of ik dat. Uh, uh, Neen, Te zeggen over mezelf, ja. oh, Waarom niet? Ja. Er zijn wel een paar dingen waarvan ik denk van oh dat zou ik wel willen iraizen of had ik nee, dat want maar niet gedaan. Als je dat gedaan. zou iraizen was je ja. niet deze. Nee, klopt, mama. Misschien een betere zelfs. Nee, of een nepperen. Een neppere, ne? Ja. Oh ja. Alles, juist die slechte dingen. Hè. Mm -hmm. Die maken je sterker voor alles wat gaat komen. Mm -hmm. Want vervelende, echt vervelende dingen gebeuren maar één keer. Iemand gaat je niet twee keer diezelfde klap kunnen geven. Want je weet van... Oké, okay, die klap gaat nu komen. Je bent ready. Tenzij je dat wilt, hè? He, een vindt, kijk, ezel... kijk, dat je het dat ezel... Ja, dan ben je normaal een ezel. Is dat Zelf die Stukken. ezel gaat niet twee keer. Ja, precies. Zelfs de eten, ja. ezel stoot zich niet twee ja. keer tegen dezelfde steen. Ja, dus alles is een leerweg. Zo zie ik het tenminste. Maar jij zegt... Je weet niet of voor de fame en dat soort dingen... Dus terwijl je alleen je Sunny was... Maar er is een moment geweest dat je nog niet zo in de picture was, toch? Hoe was liefde toen? Ja, maar ik ben... Ja, het is vervelend om het zo te zeggen. Ik ben altijd in de picture. Geweest? een soort fassie, ja. Ik weet ook. ik... Weet... We altijd populair geweest? Ja. Of het nou op school is of op whatever? Op uh, Ik had een band. Ik, ik was altijd een beetje... Ik ben altijd... Wat voor band had je? Een cabina band. Een cabina band, hè? Ja, ja, met meisjes. Oh, oké. Okay. Toen was ik uh, 16. Oma Vinnie. En ja... Oké, okay, dope. Was... Ja, dat, dat, is, dat is ook een, een, een hele andere tijd geweest. Ik, ja, ik weet het niet. Ik heb altijd... Ik ben altijd wel met... met de mensen die ertoe doen. En ik ben wel altijd een van die mensen die ertoe doet. Ja. Ik, ik doe niet mijn best ervoor of zo. Ja. Ik ben gewoon Chantal. Meer kan ik ook niet zijn, zeg ik ja. altijd. Oké. Okay. Het ja. is wat het is. Maar je hebt veel verdriet meegemaakt, dus. Ook, ook, ook. Ja, ja. Maar ja, ik, mijn kracht is niet blijven hangen in shit. Wat er ook gebeurt, ik ben niet dood, toch? Zolang ik niet dit ga, mm -hmm. ga ik door. Ja. En er komt altijd iets beters. Want waar je vandaag denkt, mm. morgen is het helemaal niks. Klopt. Dus ja, ik, mm -hmm. ik zit niet makkelijk, ik in geen hoekje. Maar zelfs in deze uh, uh, moeilijke tijd, hè, waar we allemaal mentaal worden getest, mm -hmm. dat is wat iedereen overkomt. Klopt. Heb je zo sterk kunnen blijven dan? Met deze dingen die je hier zegt? Had je niet dagen dat je er doorheen nee, zat? Ik, ik ik nee, ik heb er even doorheen gezeten. Ik ga niet jokken. Mm -hmm. Ik was even fok op en dat was uh, door mijn bevalling. Yeah. Toen ik was bevallen... Nou, voor als was ik bevallen... Nee, ik moet het goed zeggen. Mm -hmm. Ik moest bevallen. En tijdens de bevalling ging mijn zoontje zijn hartslag naar beneden. Mm -hmm. En toen hebben ze me binnen anderhalve minuut op de OK gezet. En was ik Nokie. Yeah. En werd ik wakker ineens en had uh, ik een Dus dat stukje, dat kon ik niet verwerken op een of andere manier. Yeah. En daardoor was ik even een tijdje down. Daarom was ik ook niet online, echt. Dus die postnatale uh, ja, ja, depressie, post depressie. Ja, postnatale depressie. Ik moest even mezelf krijgen gewoon. Want ik, ik, op een of andere manier vond ik... Waar ik altijd blij ben, mm -hmm. vond ik niks leuk. Dat was weg, ja. Ja, ik vond niks leuk. Ik werd wakker en ik vroeg me af, waarom ben ik wakker? Waarom ben ik hier? Waarom moet ik die kilpemper geven? Waarom vraagt ze me of ik naar school ben? Ze ziet toch dat ik moe ben? Waarom vraagt hij me van... Ik heb geen zin. Ga maar kijken. Bakken jullie patat. Ik heb geen zin om te koken. Ik had geen zin in niks. Mm -hmm. En ik heb dat al een keer gehad... Dus ik herkende ja, het ja, heel ja. snel. Ja. En doordat ik het herkende, mm -hmm. ben ik meteen, zei ik tegen mijn partner Mifaya, ja, Mifaya, ja, ik, ik, ik ga heel onbeschoft zijn nu. Had je dat ook gedeeld online? Ik heb het dit... online nog niet verteld. Nu voor oh, het eerst. Okay. <laughs> ja, ik heb toen aan mijn partner gezegd van, kijk, uh, voor jou gaat dit nu heel vervelend zijn, mm -hmm. want ik ben niet die Chantal waar je van houdt nu op dit moment. Mm -hmm. ik kan het ook niet zijn. Ik wil het, maar ik kan niet. Ik ben een heel vervelend, zuur mens. <laughs> Maar je moet me de tijd gunnen. En hij heeft mij die tijd gegeven. Ik ging klagen tegen hem. Ik was fucking heks eigenlijk. Die kinderen ook. Ik was echt tegen die echt kinderen? iedereen was ik een motherfucker. Ja. Als je me wat vroeg. Ik was alleen maar boos, boos, boos. Maar doordat ik het al heb ervaren. en er open over kan zijn en het herken. Ja. ben ik ook niet zo langer in blijven hangen. Ah, oké. Okay. Want als ik het niet had herkend. was ik nu misschien nog steeds erin. Ja, je kan er langer blijven Ja, Je kan er heel langer in blijven. live oh, en... zelfs? Het is Eigenlijk iets wat niet weggaat. Ja, want anders dan is het niet eerlijk tegenover andere vrouwen, als ik het zo vertel. Het is iets wat je bij je draagt. Maar ja. als je het al een keer hebt ervaren, dan weet je er een soort van mee om te gaan. Mm -hmm. En dan blijft het niet zo lang hangen. Ja. Dus dat is wel een donker moment geweest in ja, het leven van Chantal. En dit is pas dus? Is pas, pas. Ah, ja. Ik ben eigenlijk, nu is mijn zoontje uh, tien maanden. Ah, ja. Even kijken hoor. Toen hij vijf, vijf, vijf maanden zo was, toen kwam ik er een beetje uit. Oké, okay. en wat heb je daarvoor gedaan? Want volgens mij is dat belangrijk. Wat ik daarvoor deed. O, o, nee, wat heb je ervoor gedaan om eruit te komen? Om eruit te komen. Ai. Veel praten. Met? Met mijn partner, uh -huh. met mijn kinderen. Gewoon eerlijk zijn. Van, kijk, ja. ik... En niet met een therapeut. Jawel. Ook erbij, Jawel, toch? Ook erbij, dat ja. moet altijd. Dat ja, ja, toch. Altijd, want je moet tegen een vreemde. Ja, 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 zeker. Alles kunnen zeggen. Want kijk, tegen je partner en je, je kinderen kan je tot bepaalde hoogte Precies. eerlijk zijn en anders doet het hun pijn en dat ja, wil je niet. Ja, ja. Terwijl bij een therapeut kan het gewoon. Ah, ja. He, het voelt het helemaal niet. Heb je waarschijnlijk hij... ook gedaan? <tie> <tie> want die grofvoetdok. kan. Grof <tie> ja, ik doe mijn best om nu niet op een schop te zijn. Hey, weet je zelf hier hè? Ik ben mezelf, maar okay. toch als je soms praat moet je. Kijk, ook... ja. als ik geen geintjes maak, dan moet ik proberen niet oh, te schillen. Oh ja, 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 ja. Weet je wat? Anders dan, dan, fuck ik het op. En, ja. Maar met een therapeut ook erbij, praten met je partner, met je kinderen. Met je zelf. kinderen zelf, vooral oh, met je kinderen. Praten, omdat, praten, praten. Ja, want die kinderen zien dat je anders bent. Mm -hmm. Maar ze weten niet waarom. Ja. Dus als je ze niet zegt, dan gaan ze sowieso de schuld bij zichzelf zoeken. Oh, ja, 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 ja. En dat wil je niet hebben. Je wil niet dat je kind ook in ja. een depressie raakt omdat jij depressief bent. Dus, ja. Ik heb geluk gehad dat niemand in mijn huis, behalve ikzelf, depressief is geworden door mij. Om oh, okay. het zo te zeggen. Je hebt sterke mensen om je heen, inclusief die kinderen. Ja, ja, ze ja. zijn kleine soldaatjes. Kleine soldaatjes, zijn je, je gang, je gang ja. noem je ze toch? Ja, mijn wonder team. Je wonder team, ja, dat is hoe je het noemt. Ah ja, ja. is a beautiful thing. Uh, maar dat was er ook een moment dat je dat jongetje, die pas is geboren, waarschijnlijk niet helemaal even moest, je moest hem gewoon even niet... Ja, dat was echt alleen de eerste... paar dagen. paar dagen. Paar dagen. Voel je je schuldig daarna? Ja. Ja? ja. ja. Nog steeds? Ja, het gaat okay. nooit meer weg. Ja omdat je niet weet waar dat gevoel vandaan komt. Je houdt, ja. je gaat, mijn kinderen zijn alles, hè? Ja, ja, ja. Dus ik. Dat ik dat idee had in mijn hoofd, ik, ik snap het nog steeds niet. Ja, ja, ja. Maar dat is niet wat ik heb begrepen. Dat is niet iets wat je kwalijk moet nemen. Dat nee, hoort erbij. We, hoort, we hebben het hier al eerder het. gehad over postnatale ja. uh, depressie. Ja. Uh, dus uh, dat moet je echt niet doen. En als dat nog steeds is, moet je door blijven praten je met de kinderen. Je blijft doorpraten, maar ja, toch? toch onbewust. En ik ja. denk dat elke moeder die dat heeft meegemaakt. Dat gevoel toch wel heeft. Mm -hmm. Al weet je dat het niet jouw schuld is, toch ergens voel je je lelijk. Maar, eh, maar daar ben ik dankbaar hè, voor, dit soort momenten: dat je dat deelt. Mm -hmm. Want er zijn heel veel vrouwen die dit meemaken. Klopt. En in onze Klopt. cultuur. Praten ze niet? Praten ze niet. Klopt. Uh, 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 waarschijnlijk heb je dat ook gehoord: dat jij niet sprak. Dan nou... ben je gegroeid naar ik ga praten met mijn partner, ik ga praten met mijn kinderen, ik ga praten met een therapeut. Ik praat altijd, oh. dat is het. Ik ben een, ja. een ander soort... Maar lief. ook serieuze zaken? Echt serieus. Ik gevoelens? Praat, gevoelens, ik praat altijd. Okay. En doordat ik altijd praat, dan eis ik dat eigenlijk van jou als mijn partner. Mm -hmm. dus als jij niet zou praten, oh. leer je oh. het. Nee, je leert het oh, je doordat dus. je met mij bent. Als jij van mij houdt, mm -hmm. ga je het leren, want al wil je het niet horen. Mm -hmm. Ik ga je dingen zeggen gewoon. Zo ben ik. Dus ik en moet ik dingen je... scheiden. Ik moet even dingen scheiden. Dus misap dat sap takki. je praat veel. Maar je weet dus ook te communiceren: gewoon goed communice op een level. Klopt. Even los van wat we online krijgen Klopt. te zien. Klopt. Okay, Klopt. Okay. Ik, ik hou van. Ik wil weten hoe je je voelt. Mm -hmm. als, je, als je boos bent, waarom ben je boos? Als je geïrriteerd bent, waarom ben je geïrriteerd? Heb ik iets gedaan? Als ik iets heb gedaan, ja. moet je me zeggen. Als je me niet zegt. Ben je morgen weer geïrriteerd? Ja. Dus we moeten erover praten. Uh -huh. En doordat ik ook veel praat met mijn partner. En mijn partner was eerst geen prater. Maar nu wel. Oké, okay, je hebt hem nu daar wel. gebracht. Omdat het ik... zat er altijd al in, maar ah, ja, ja. hij deed het waarschijnlijk gewoon niet. Uh -huh. Maar nu praten we gewoon echt met elkaar. Gewoon. Belangrijk, hè? Ja. Belangrijk. Ja. En meestal uh -huh. zie ik gewoon aan zijn gezicht wat er aan de hand is nu. Want nu ken ik hem en hij uh -huh. mij. Uh -huh. Dus dan zeg ik van, wat? Huh? Je bent weer boos? Bij ja. haar want jullie ja, En als het even klaar is dan laat ik hem even Want ik weet hij houdt ook niet van meteen praten ja, 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 ja. Dus ik ga niet meteen erop in Ik wacht En als hij er klaar voor is dan komt hij vanzelf En dan zegt hij, wat hij uh, hoe hij zich voelt Of wat hij vindt of wat, wat hem irriteert ja. En zo kom je verder Anders kom je nergens maar, maar leuk, maar leuk hoe jullie dan elkaar uh, leren kennen. En hoe ja. je probeert aan te voelen van... Oh, dus, dat beschrijving, toch? Ja. Om oh, even. Nee, mijn ik moet hem even laten. laten. Ja. En nu kan ik rustig ja. sluipen. En, ja. kan ik en dat dan, dan kan ik zetten. gaan vragen of iets zeggen. <laughs> ja. Jij bent, uh, uh, ja, je bent psychologisch zelf een soort van therapeut. Ja, maar... nee, wat... ja, ik zal mezelf die naam niet geven. Maar uh, het kan wel, een hey. soort van. Want uh -huh. ik help ook andere mensen gewoon. Hè. Ik doe ook maatschappelijk werk buiten dat ik hier. heb. Oh, ook maatschappelijk werk en ik doe vooral uh, maatschappelijk werk onder onze uh, Blakkamen okay. school. Omdat wij moeten leren om te praten. Ja. Wij moeten leren dat uh, als je naar een therapeut gaat, ja. dat het geen schande is. Nee, 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 nee. Het helpt jou. Ja. Het is geen schande. Je bent niet gek mm. als jij andere gedachten hebt dan een ander. En als jij zelf niet weet naar wie je moet gaan, ja, dan ben ik de aangewezen persoon. Want ik ben toegankelijk. Zo, ja. Ja, 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 ja. Je weet als je met Wat je ook aan mij vertelt, ik kijk niet eraan naar je. Ja. En misschien na jou durven ze wel die te maken? Dan durven ze meestal wel. Ja, 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 ja. Want ik heb ook een netwerk nu uh, met uh, donkere psychologen. Oh, met dat is dood en therapeuten. Want Denolai Like kan ik nee, me voorstellen zijn niet hier is, in Nederland. Nee, dat is heel... veel. Okay. En uh, dan zie ik wel dat als die mensen mij benaderen en ik ze dan weer. ...doorschuif, ja. dat het makkelijker gaat. Ja. Dat het voor die mensen ook zoiets is van... ...oké, okay, dat hoef ik niet te zoeken. Ja. Want als je aan het moet sturen... ...dan zal het vast wel goed zijn. Ik ging, en... een, keer, ik ging een keer met een therape therapeut praten... Uh, ...en die was heel... ...ik ben dominant, maar die was ook heel dominant. En die, die sprak hinderlijk in mijn ogen... ...zo van, <laughs> niet interpreteren, niet interpreteren! Dus ik dacht van, oh, dit gaat mis. Dit gaat helemaal mis. <laughs> dit gaat mis. Uh, maar dan zou je denken, dat was de eerste ervaring... ...dan zou je denken, nou, ik wist dat ik het niet moest doen... Uh, had iemand me overtuigen: probeer een andere. probeer een mm -hmm. anderen. Ander geprobeerd, daar had ik zoiets van. Maar was het een wit man die, of een blanke man? Die eerste was een, 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 een Turkse meneer. Mm -hmm. Die tweede was een, 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 wit, een, een wit vrouw, maar oud. Mm -hmm. En die derde dan was een jong meisje, ook wit, maar een beetje hip, uh, maar een beetje vrij ook. En dat klikte. Mm -hmm. En die was ook een beetje, ik, ik denk dat ze me wilde rijden. En dat hielp. Nee, dat hielp. Ik probeer je niet grappig over te doen, maar dat hielp een beetje. Ja, ja dus dat hielp in deze situatie een soort van uh, chemie, maar ook een, seksuele een soort seksuele klik. Ja. Waardoor ik ook... Want, dan ga je toch wat openen. Dat, dan ga ik openen, dan ga ik een ja. beetje... Speel ik er ook mee, dan durf ik ook... Uh, want dat is mijn area, hè? Waar ik lekker kan flirten, <laughs> daar kan ik vrij praten. Nee, maar het heeft geholpen. Het heeft geholpen. Dus daar zag ik van staan. je moet ook... Je moet de goede vinden. Maar dat is het. Dat is het. Maar daarom, kijk, ik, wat ik zelf heb ervaren... Die witman kan mij niet helpen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik begrijp, ik ben ik begrijp alle ik keer die ge gedachte. Ik heb het geprobeerd, maar die witman kan mij niet helpen. Mm -hmm. Mijn hele gedachtegang, hoe het in mijn hoofd werkt... Die witman snapt mij niet. Ja. Die dingen die hun mij... Die tools die hun mij willen geven, die werken bij een witman. Ja, 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 ja. En niet bij een blakkerman. Ja. Terwijl als ik bij die man ga, wat ik dus nu doe... Ja. Ik, hoef wei ik, ik zeg weinig... En die man Hij of vrouw begrijpt aan. mij gewoon. Ja, ja. Dus je toch, en het feit dat iemand jou meteen begrijpt, mm -hmm. dan ben je ook opener. Dan kan je ook Doe. meer eruit gooien. En, ja. en dan kom je ook meer tot de kern van waar, wat jou dwars zit eigenlijk. Dus ik raad je aan eigenlijk. Als je een, een, een therapeut nodig hebt of iets dergelijks, zoek iemand die hetzelfde is als jou. Ja. Die begrijpt jou. Maar via jou, dus, want het zullen er niet veel zijn. Hoe kom je in contact met jou voor dit soort dingen? gewoon inboxen, gewoon inboxen, gewoon inboxen okay. via is je zaak. Oké, okay, want het is een goede. Misschien luister je, je naar en denk van dat heb ik nodig. Je hoort het gewoon inboxen uh, ja. via is je zaak. En is het is je zaak als je het niet doet. <laughs> Ja, als je het nodig hebt, is, het dus makkelijk. dus is makkelijker. Dat, al die tijd, al die tijd ben je meer dan gewoon kosma. Ja toch? Maar kijk, dat is het. Ik, ik, ik hoef me niet te bewijzen. Nee, sowieso niet. Nee. Dat is wat ik niet doe. Ja. Ik ben gewoon Chantal. Mm -hmm. En ik laat kleine stukjes zien. Je hebt meerdere levels. Een <laughs> heleboel levels. Ai. Ik heb een heleboel levels. Maar ik zou je wat zeggen: als je het opeens hierop zou gooien, dit soort mooie dingen en vruchtbare dingen en dingen waar mensen aan hebben hij volgens verliezen, want ze malen op negativiteit. Maar dat is dat ding. Mensen houden van bemoeizuchtigheid. Ah, ja. En daarom heb ik conkletime, want ik ben van nature behoorlijk bemoeizuchtig. Ja, alles wat ik zie, daar wil ik het fijne ervan weten. Ja, ik ga echt onderzoeken. Wanneer zit ik conkel? Het ja, ja. is niet zomaar dat ik gewoon iets voor de helft heb gezien. Ik heb die mensen gebeld hey, en fuck, wat is hier aan de hand? Maar dat, dat vind ik zo hilarisch en ja. eng tegelijkertijd, want jij gaat dieken, is wat ik, ik begrijp. Diep. Jij dik diep. Ja, en je moet altijd alle kanten horen voordat je je mond openmaakt. Ja, ik kan niet horen jullie die vrouw geslagen en dan ga ik gewoon... Hey, Gilly heeft die vrouw geslagen? Nee! Ik ga hey, Gilly's af, zeggen yeah. En dan ga jij mij vertellen wat er is gebeurd. En dan bleek ik die vrouw... Hey, Gilly, je je geslagen, hè? En dan vertelt zij me de verhaal. En dan, en dan maak ik nou het zo. No en dan vertel tori. ik nu jullie tori. maar ja. dan weet ik de waarheid. En dan kan ik gaan konkelen. Ja, anders hou ik me bood. Hey. Anders zeg ik niks. Want maar... je moet mensen ook de kans geven om, om hun zegje te doen, hè. Yeah. Anders maar, worden ze ook boos. maar waarom voel jij uh, je geroepen om uh, smatorie te praten? Wat betekent Iedereen is bemoeizuchtig. De ja. opera from the streets. Ja, iedereen is bemoeizuchtig. Je moet Ik ben of of De hartstikke uit de Belmer. Uh, de opera van de Belmer. Holendrecht. Nieuwe ja? naam. 1106, daar kom okay. ik vandaan. Ja? Uh, opera 1106. van Holendrecht ja. 1106. Dat is een ja. nieuwe titel. Jawel, Holendrecht. Het is, weet je, het is, kijk, iedereen uh. is nieuwsgierig. Iedereen is nieuwsgierig. Ja. En de manier hoe ik dingen vertel, is ook hoe de mensen het eigenlijk zelf zouden... Ze zouden het zelf ook zo willen vertellen, maar ze durven niet. Ja, ja, ja. Precies. Ja, ik heb helemaal dat geen... Onderbuikgevoel, erop. Ja. alles. ik kijk gewoon als ik vind iemand is belachelijk, zeg ik... Je bent gewoon belachelijk, stel je niet aan. Ja, <laughs> waarom zou ik het smooth maken? Maar nu, maar nu dit. Want je deelt net real life stuff wat jou overkomt. Klopt. Dus dat betekent dat je al uh, bij mensen een bepaald soort gevoel... Onzekere mensen of mensen die gewoon niet veel kunnen hebben... Maar toch blijven kijken. Ja, en dan hoor ze, oh Chantal, maakt dat en dat mee. Dan is het bijna feeststemming voor sommige harten. Dus heb je nog... dat meegemaakt? Altijd, maar ze snappen nog steeds niet. Mijn motto is: iedereen is maar papa. Dat is jouw motto? Jij De motto, Jeff. Iedereen is papa. Wat jij vindt, wat jij denkt van mij. Interesseert me totaal niets. I have a dream. Uh, yes, you can. En jouw motto: iedereen is maar papa. Milo ja, 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 Het maakt me helemaal niet uit wat men <laughs> vindt van mij. Helemaal niet. <laughs> ja. of niet. Want ik bedoel, als zeg jij, Chantal, je stinkt. Hey. Iedereen zijn ben... maar papa. Dankjewel. En wie niet. vind je, ik haat Chantal. Ik ken je echt niet. Dat is die hele mm -hmm. grap, ja? Die mensen. Is da, da, is dat Chantal. Oh, Chantal, is hem, dat is hem. klaart bij. Ik haat Chantal. Chantal, dit is. Chantal, je echt niet, <laughs> Ik slaap geen dag minder, uh -huh. geen seconde. Ik kijk niet eens naar die dingen. Ah, ja. Want ik zie soms mensen, dat proberen ze. Want dan willen Doet mensen u. voor mij sturen: Chantal, kijk hier. Ah. Wat je van mij gaat krijgen is Jumapapa, stuur me geen koude dingen in mijn fucking inbox, want ik ben niet geïnteresseerd in ja. deze dingen. Als je lef hebt, mm -hmm. dan ken je me echt en dan druk je mijn bel en dan zeg je gewoon Echantal Jumapapa, dan zeg ik Jumapapa, dan is we klaar. Ja, dan zijn we klaar, dat dan zijn we klaar. Maar ik weet dat ze dat nooit gaan doen, want die mensen die me uitschelden als ik toevallig iets zie, wanneer ik ze op straat zie. Yeah. Nooit kijken ze twee keer. Ze uh -huh. kijken één keer en dan zie je die gezicht smelten. <laughs> en ze lopen door. Uh -huh. Dus je bent een troll. Je uh -huh. bent niet yeah. echt. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ik ben wie ik ben. Als ik echt yeah. ruzie met je heb, heb ik ruzie met je echt. Maar dit is iets wat je heel veel mensen moeten begrijpen. Doen, want nu zit iedereen online. Iedereen is een iedereen podcaster, is een, een influencer of wat dan ook. Loco, als je niet kan handelen. Dan moet je offline ja, blijven. Want je redt het niet, hè? Je, redt, je het redt het niet. Veel mensen onderschatten het. En die mensen doen er niet toe. Zodra je zo erin zit, heb je een verstamming. Ja. Die mensen doen er niet toe. Nee. Hun kijken naar jou. Hun irriteren zich al wat jij doet. Maar mm. jij weet niet eens dat ze bestaan. Ja. Dus waarom zou ik mij druk maken met iemand? Totdat je energie erin gaat steken en opeens bestaan ze. Ja, want ja. ze bestaan niet. Het moment dat jij gaat zeggen, hey, fuck you bitch, ja. dan zijn ze blij. Hé, hey, look hoe Gilly heeft gereageerd. It, en dan it. gaat het groeien. Yeah. Ik reageer niet, mm -hmm. punt. En als ik reageer, ga ik in een de vernietiging. Ma, ipa, isa, ibrada, ioma, alles in jouw bloedlijn. En dan doe je het nooit meer. Yeah. Ja. Maar ja. ik tegen van de tien keer kijk ik niet aan ze. Je moet wel echt dichtbij komen en vervelend zijn dat ik denk van, weet je wat, nu moet ik je even leren. En dan stopt het ook. Kijk, daar hoor ik je praten. En dan denk ik aan Ch Chantal met heel de gang. Uh, het ja, wonderteam. team. Jawel. Je kinderen, is je alles. Ah. Je hebt een mooie meisje hier ook meegenomen ja. nu. Uh, maar hoe is die opvoeding? Die opvoeding moet dan uh, niet traditioneel zijn als ik denk. Is het ook niet. Is het ook niet. Wij praten heel veel met elkaar. Mm. En uh, wat je misschien... Ik sla niet eens. Je slaat niet? Nee, ik straf. Gewoon breed. Als jij niet luistert... Hoe ziet de ze straf hier, eruit? Ze kan, het, ze kan zeggen of ik jok. Als jij, als, jij als jij niet luistert... Gaat je tv ga, gaat uit je kamer. Telefoon gaat weg. Ja. Alles gaat weg gewoon. Je, ah, het is alsof je in een jailhouse bent... Met je baby, in je kamer. Het is helemaal je zaak. Ja. En voor deze tijd... Doet dat meer pijn voor het team dan die pakje die wij kregen vroeger? Ja, ja, ja. Die pakje nu zo pak je pakje telefoon. Of je lookie, teken veel. Mm. Ja, dat, dat werkt niet. Ja. En we praten over gevoelens en zo. Ik, ik lees ze ook dat er geen verschil is tussen een jongen en een meisje qua gevoelens. Oké. Okay. Want in onze tijd was het. meisjes mogen huilen. jongens moeten niet huilen als bij je bobbel. Juist. Terwijl dat, ik vind je beetje je hebt gevoelens. Als je mm -hmm. wil huilen, moet je gewoon huilen. Pieri snuit. Ja. En dan is het weg. Ja, want ja. als je het in gaat houden, word je zo'n. Verbitterde keel, en dat Precies. is niet wat ik aan het opvoeden ben daar thuis. Ja. Dus ja, ik ben niet traditioneel. Oké. Okay. Nee, maar dat is goed. Want ja. ik ben dan benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Ja. Lijkt me één gezellige boel daar, maar ook Ja, maar als je ben je rood, dan... Ja, tuurlijk. Die visie van aan het heel snelle: ja. van 0 naar 100. Ja, direct. Direct van hé, hey, wat gebeurt met je? Ja. En dan zie je niks mama. van als zij. Want zij test mij. Dat is Chantal in het mini. Ja, dit is kleine Chantal. Is ja. En dan lag ze ook zo trots. Omdat ze weet wat ze ja, doet. Het is waar. <laughs> ze weet wat ze doet. <laughs> dit ja, ze dit is, dit is doet. Chantal in mini. Dit is hier. Chantal mini. Zij okay. is niet vredig om dit in te gaan. Dat kan ik zeggen. Zij okay. is niet vredig. Oké. Okay. Okay. Maar ze, ze begint het nu af te leren. Want ze yeah. wil met die witman dingen op me komen. Wat is die witman ding? Stampen. of oh, stampen en zo. En dan ging ik de gewoon vragen, Wil je dood? <laughs> en dan zegt ze nee, mama. En dan stopt ze ermee. En hey, op... ja, hey, <laughs> je door op. Ja, af deur slaan. Hé, ik zal op die hele dingen eruit halen en op je te gooien. <laughs> ja, want dan word ik dom. Dan ben ik wel oldschool. Dan word ik dom. Ja. Dus je ziet, dat zijn wel dingen gewoon. Ja. We zijn er een wit bankon, nee. in. Dus ja. hoe dan ook gaat je Je team. komt dingen tegen. Ze, gaan, ze zien het bij die <laughs> Ze komt thuis met dingen dat je denkt van hallo. Denk, hé, hey, wacht even. Oh, ja. Jij schreeuwt je moeder, ik ga ook proberen. Ja. Nee, hé. Hey. Hey, zo noem ze je Chantal. Ik ga wel dit aan proberen zo weet het. <laughs> <laughs> ze probeert het. Of ze komt, Mag ik, mam, mag ik, dit. Nee, mama, wie noemen jullie niks? niks, mama. Okay. <laughs> uh, maar je zegt, je praat ook. Dus ik kan, Een beetje strikt, maar dat is om te ja. beschermen, neem ja. ik aan. Klopt. Kijk, uh, uh, mijn achtergrond is schilderswijk, jij komt daar van holen recht van die kant, dus je moet een beetje je beschermen. Moet want, veel want, want je kan je best doen, maar als ze maar, naar buiten gaan, zijn ze dan buiten. is heb je niet daar? Je ben je niet daar? Je en zelfs met alle goede bedoelingen. Het uh, kind wordt wat het kind wordt. Uh, dat is het je, ook. Je, kan je, best je doet doen. je best. Meer dan ja. dat kan je ook niet doen. Ah, ja. En ja, zoals ik al heb gezegd, ik woon in 1106. is een hele beruchte buurt. Mm. En um, je moet veel praten, ja. maar je moet je kind ook bezighouden. Mm -hmm. Je moet je kind niet uh, aan de straat overlaten. Als ik, ik heb jongens, hè. als ik mijn jongens gewoon zou zeggen: ga, ga naar buiten. 10 minuut zijn ze een van die jongens. Ja. Van 11.06. Ja, ja. Want wil, dat wil ik niet. Ja. Dus wat doe ik? Ze zitten op sporten. Ja. Ze hebben helemaal geen tijd. Ja. Om in die 11.06 te zijn eigenlijk. Ze zijn daar om te slapen. In het huis. Aha. Maar voor de rest zijn ze op voetbal. Ja. En uh, met Matties thuis. Gewoon PlayStation spelen. Dat ja. soort shit. Dus, bezig blijven. Ja, hè? Zolang ze bezig zijn... Mm -hmm. Moet je wel echt pech hebben eigenlijk. Dat je kind ontspoort. Mm -hmm. Want... Meestal, kijk, je kan eigenlijk niemand de schuld geven. Wat ik zie in mijn wijk. Ik zie ouders die heel erg hun best doen. Mm -hmm. Maar ze werken dan bijvoorbeeld. Het is, het is een vervelende keer zijn ze. Ze werken, maar ze hebben dan geen oppas. Klopt, ja. En dan zijn die kinderen alleen thuis. En doordat die kinderen alleen thuis zijn. dan is er een ingang voor een boef. om het maar zo te zeggen, om het netjes te zeggen. Mm -hmm. Om dan die kinderen hun mind op te fokken, want die ouders zijn er niet. Ja. Dus je kan niet altijd die ouders de schuld geven, want die ouders doen hun best. Maar het is de wijk waar we in wonen, een centrum. Ja. veel vervelende... Het is de situatie ja, ook, die dan ja. de, dat zo'n ouder gedwongen wordt om de hele om dag te, de hele dag te Mijn werken. Mijn moeder ook, twee, je, drie banen. Juist, ik ken dat. Ja, en, dan, en daar gebeurt het, hè? Daar gebeurt je, het, in die Maar die tijd je werkt om die kinderen die te kinderen verzorgen. Om die kinderen te provideen. Dus ah, ja. het is echt een kromme situatie. Uh -huh. Maar die kinderen zijn dan wel bepaalde uren alleen. Ja. En doordat ze alleen zijn, heeft de buurt wel invloed op die kinderen. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Maar daarom probeer ik ook met buurtinitiatieven dingen te ondernemen in de buurt. Maar die... doop, je bent wel heel maatschappelijk ja, dus eigenlijk. Ja, om die angel, toch die, die gif eruit te 7, halen 7, eigenlijk. Ja, ja. En uh, ja, je gaat niet iedereen kunnen redden. Maar al kan ik vijf kindjes redden, dan ben, je, dan ben ik al boe. Maar weet je wat grappig is? Je zegt de buurt uh, die een effect heeft op je kind. Wat ik kan herinneren van vroeger, is dat onze ouders altijd zeiden, uh, bijvoorbeeld, uh, mijn moeder zei, ah, nee, met die, met die en die, want mm -hmm. hij is een boef. Mm -hmm. En die ouder zegt precies hetzelfde over, over mij. Over en guess what? what? We waren allemaal boeven. Dat zeg ik, iedereen was een Ma boe maar jou, je is jouw kind, dus je leek anders. Niet, je weet het niet. <laughs> en, dat is, en daarom moet je ook niet uh, hoog van de toren blazen. Ja, toch? Want, in een Want je weet het niet. Ai. Want als ik naar mezelf kijk. Ja. Thuis was ik een hele. Ik was zindelijk, maar. Ik was een lieve shalter op straat als ik echt een dagoe. Gewoon ja. een dagoe. Ja. En ja, die dagoe-kant, die heeft mijn moeder bijvoorbeeld nooit gezien op mijn vader. Dat bedoel ik. En daarom moet je nooit. Die is niet mee, Chantal, nee. is die is die, die vriendinnen van de slechte ik. invloed. Maar ik was gewoon vervelend. Ah. Ik was net zo hinderlijk als iedereen. Mm -hmm. Dus daarom ga ik bijvoorbeeld nooit dom springen voor mijn mm -hmm. Nee. Ik ga met Chien bedreigen eerst. Van, zeg me eerlijk, Zeg eerlijk. Huh? Ja. Wat heb je gedaan? Was je ook daar? Zeg ja. me, ik ga je niet slaan? Zeg maar, gewoon, was je daar? Moet je da? me aankijken? Ik wil dat dingen... Als bang, ik als wil al afbaljongen. Ga Ik, ja, ik, ik, ik wil dingen gedaan. hier. Uh, dat zeg ik. Maar toe toe. Geen bekennen hier gewoon. Maar dat is wat ik doe. Ik, ik probeer ja. altijd de waarheid te achterhalen, maar ik ga niet dom ja. aanzetten, zetten gewoon. No, man. Want iedereen heeft toch een, du een duistere kant. Ja. Zelf je Chien, ja. die zo lief is thuis. Ja, ja. Dus ja. Je doet, het, je doet je best, mee kan je niet doen. Kijk, jij zei, uh, uh, als ik die jongens tien minuten buiten laat, dan voordat je het weet zijn ze een van de jongens van Holendrecht. Ja. Uh, uh, mm. Van die wijk in ieder geval. Jij bent daar ook opgegroeid. Uh, mm -hmm. Jij hebt ongeveer dezelfde leeftijd als mij, denk ik. Mm, uh, uh, was jij dan een van die meisjes van de wijk, CODE Eerlijk? Nee. En wat ik... houdt dat in, een van die meisjes? Nee, kijk, ik ben altijd een soort van kameleon uh, geweest. Ik ken iedereen nog steeds. Mm -hmm. Daarom heb ik ook zo'n groot netwerk. Ik ken iedereen, ik heb een goede band met alles en iedereen. Ik heb geen ruzie met niemand. Of je nou een, een, een directeur bent, een schoonmaker, uh, voor de politie dan een gangster, mm -hmm. je bent mijn mattie. Ja, toch? Doordat het mijn matties zijn, mm -hmm. heb ik geen probleem, maar ik doe niet mee wanneer ik zie ze gaan in die hier, uh, kilo's hier en daar, ik ga naar Osso. Dat, mm -hmm. zo ben ik altijd geweest. Mm -hmm. Wanneer ik zie het wordt heet, dan ben ik weg. Dus je weet precies ik weet wat de gebeurt. timing van. Ja, ik weet wat gaat gebeuren go. en dan weet ik gewoon van: oké, nu wordt het heet. Hé hey boys, ik ga loeswe en dan ben uh, ik weg. Uh, en ze weten ook van: Shanta is er wel, maar ze is er uh, niet. Want uh, uh, ze doet niet mee. Uh, uh. Dus dat is een beetje mijn rol altijd geweest. Ook als tiener, dus. Want als be tiener ben ik ook zo geweest. Behalve ja. dat Kwai, Sunny en Gangster zitten en zo heb je natuurlijk ook. Uh, daarom zei ik zelf de leeftijd en daarom weet ik dat moet er ook zijn geweest. Een soort banga-life uh, die die meids hadden. Klopt. Tenminste, zo werd het bestempeld. Zo moet zo ik het werd zeggen. Het zo wordt het, het bestempeld. Maar ik zie het als vrije geesten. Want ik, 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 want ik leer nog steeds nu... Ja. Meisjes, ja. het is fok op Ik, ik, ik ben grof toch. bossie, pampa. Het is jouw mm. pampa, mm -hmm. ja. Niemand kan bepalen wat jij ermee doet en mm -hmm. met wie jij naait. Mm -hmm. Als jij twintig mannen hebt genaaid... dat nou, maakt ja. jou niet minder waard als die chickie die één keel heeft gewiept. Ja. Dat, dat vind ik gewoon, ja. Want wanneer een man honderdduizend chickies zit te wiepen, dat vinden we hem stoer. En wij zijn gelijk bangies. Dat vind ik een ja. beetje raar. Dat vind ik een beetje raar. Zolang jij achter je keuze staat, dus ja. niet je hebt laten misbruiken, dat is een verschil. Ja. Je hebt helaas vrouwen die misbruikt zijn. Dus ze zijn in situaties en ze gaan dan naar bed met een heleboel kills, maar eigenlijk willen ze het niet. Dat is niet oké. Okay. Ja. Dat is niet oké. Okay. Maar dat gebeurt vaak hè? Dat gebeurt te vaak. Dat is niet oké. Okay. Dat kan zijn erbij willen horen Bij of, willen of horen, denken of, dat het zo hoort. Of het hoort zo oh, moet of ik nu in, in die groepsdruk? Je, dat je met mensen bent. Dat is niet oké. Okay. Maar als jij gewoon krasie bent, mm -hmm. ja, dat ding jeukt je. Ja, mm -hmm. En jij vindt jij wil dat doen, moet je het doen. Ja. Niemand mag jou dan op veroordelen. Het mm -hmm. maakt jou niet slechter dan een ander. Nee, het is waar. Het is ja, waar. Wat het je maakt je zegt. jou niet slechter. Dus, maar ik vind vrouwen worden te vaak in een soort van hoek gezet: van ah, je bent een banga en je bent een dit en. Meestal door kills die ze niet kunnen krijgen. Of meisjes die niet kunnen zijn als hoe hun zijn. Die. Ja. ja. Dan vind ik, hou gewoon je goal. Op. Ja. ja. Laat die mensen, jij doet het niet, wees jij zielig. Ja, mm -hmm. na jij niet. Ja. Mm -hmm. Blijf jij met die ene banan aan die kant, niemand kijkt naar je. Zij wil tien bananas, laat haar tien bananas hebben. Ja. Ik ga me niet storen eraan. Maar advocaat van de duivel, als het dan zo'n jong wordt. we hebben het hier over jong meisjes. Ja. Ongeveer ja, tieners en iets ja. ouder, 18, ik zelf 21 uh, mm -hmm. daarnaartoe. Uh, ja, het is je recht en al dat soort dingen. Maar uh, als je ouder wordt, kan het zijn, niet, niet per se dat je spijt krijgt, maar dat je denkt van, damn, uh, dat je terugkijkt, maar niet trots bent. Want er is ook iets, iets van je waarde bewaken, toch? Nee, maar dat is onzin. Wat heeft seks met je waarde te maken? Okay. Dat, probeer, dat, dat stukje probeer ik al jaren uit mensen hoofd te halen. Wat ja. heeft dat te maken? Dat is ergens. Ja. Was er een zielig persoon die dat de wereld in heeft geholpen? Van dat je je waarde ja. verliest wanneer. Is rommel. Okay. wil jij een vrouw die geen ervaring heeft in bed? Wil je dat? Ja. Dat je, dus je hebt een vrouw en zo weet geen koulog op. Dat is hem. En daar gewoon is daar komt die, die hypocriet ja. komt dan naar boven. Dat zeg ik, die hypocriet in mij komt naar boven inderdaad. Maar nee, dat wil dat ik wil niet. Wil je niet. Je maar wil... tegelijkertijd wil ik ook niet. Uh, en waar slaat dat op eigenlijk, ga je dan afvragen? Een meid die een bodycount heeft van 40 of zo. Ja, maar zo. dat is rommel. Want als zij niet die 40 heeft, kan He, zij niet die, die ervaring zijn. Hebben. Kan ja. zij geen salto's maken op je bana. Ja. Kan zij je bana niet eten dat ze erin stikt. Ze maar, kan niks. ze kan toch ook twee relaties hebben gehad met één keel. Met een bana van twee centimeter en, 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 en ze heeft geen ervaring. Laten we zeggen vier. En, hij heeft, Allee, ook. en, en, daar, en daar heeft ze die ervaring op gedaan. En, dan, en die keel is nep. Die ja. keel weet geen ja. koude. Dus ja. die keel leert haar een hoop troep. Dan ja. komt ze met die troep bij jou. Mm -hmm. Heb jij een chickie die niets weet? Terwijl als het een vrouw is die gewoon leeft... Juist. en uitprobeert en test... Mm -hmm. en dan krijg jij nu de vrouw van je dromen... want zij kan alles wat jij wil. Ja. Alles waar jij van droomt... kan die vrouw omdat zij heeft geleefd. En dat kan alleen als je hebt geleefd. Ik vind je verdedigd, het heffie. Ben jij een van uh, die meiden die we nee. nu over geweest? Nee. Okay. Ik ben dat gewoon van. een vrije geest. Ik muwanay, ah. manday, papa gewoon. Nu heb ik mijn man. Ik ben trouw aan mijn man. Blijf ik ook. Dan voor, als ik manday, papa, hart verscheuren, <laughs> zie <laughs> ik zang, ja, en, Weer, weer. <laughs> maar in mijn vrije tijd. Als ik vind, ik muwanay, manday gewoon. Ja, ja. En maakt dat mij een slecht mens? Nee, absoluut niet. Maakt dat mij een slechte vriendin? Maar mag een, man ook, mag een man ook vinden, want mag dat nog? Mag een man dan vinden van cool? Niet voor mij. Mag dat nog? Dat hij zegt, dan oh maar dat, dat soort type ook, vrouw. Dat mag, dat mag die vrouw okay. ook vinden. Ja. Heb je het meer dan twee vrouwen genaaid? Ja. Niet voor, mij. <laughs> niet voor mij. Zo ja, simpel. Die keus mag okay. je maken. Okay. En daarom raad ik vrouwen aan. Ik krijg soms het idee dat heteroseksuele mannen niets meer mogen. Ik heb geen verstand van homo's, dus ik fout. weet het niet. Oké. Okay. Ik weet bakker. het niet. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik weet het niet. Nee, ik vind gewoon, dan moet je gewoon, wat jullie eigenlijk vragen nu, deze maatschappij, wat ik zie, want ik zit me koud. te irriteren ook als ik even... Ja, me. ja, met die jonge, jonge meisjes en jonge jongens. Hey, maar je maar in een groep, groep, groep staan en je bent op Facebook en veel groepen. Ja, maar je moet in groepen zitten om, om de weten. meningen van mensen te ja. peilen. Ja. En ik ben oud, om het maar zo te zeggen. Ik mm -hmm. ben 39. Ja. Voor die, die, die jongeren waar ik in die groepen zit, die zijn acht, tussen de 18 en, en 30 jaar. Mm -hmm. Die hebben een hele andere denkwijze dan ons. Hele andere denkwijze. Mm -hmm. Het boeit mij niet... met wie mijn man... seks heeft gehad is in zijn Voor jou? Ja, dat boeit mij niet. Het ja, ja. is niet belangrijk. Het gaat erom... hij is nu voor mij de man die ik zocht. Juist. Dat is belangrijk. Ja. Waarom zou ik gaan kijken... Wiep, allemaal, wiep. en dan kom ik ineens erachter ja. dacht, hey allemaal naar jou kijken jullie en dan krijg ik daar een error in mijn hoofd ja, ja, ja. en dan wil je ineens niets meer no, met die man Dan blokkeer je eigen je geluk je eigen geluk en ah. dat is wat die jongens ja, 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 van ja. De, die nieuwe generatie dat doen hun ja. hun beginnen te vragen met hoeveel jongens heb je seks gehad nee die vraag stel ik niet eens man dat... ja maar, maar jij niet van die je bent niet zo van dom die generatie ja, hun zijn dom ja. hun nee vragen maar, kijk, dat. Hey, laat me eerlijk zijn misschien weet je wel weten maar in mijn generatie is dat niet de vraag die je stelt. Ja, je moet het niet willen weten. Dat is het beste. Nee, je moet het niet eens willen. Ja, het het nee, maar toch weer. het... Nee, nee. Je moet het niet willen weten. If you je know moet maar... het niet... Ik je... ben het eens, je ja. moet het niet willen weten. En het zou niet moeten uitmaken. Het maakt ook niet uit. Maar eerlijk, zou je toch wel willen weten, WhatsApp. Nee, waarom? Ik waarom? wil weten, WhatsApp? Ik Ik het voor mezelf. Ja, oké. Okay, je hebt nu de vrouw van je dromen gevonden. Ja, en het zou niet uitmaken. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Maar dat heeft te maken met de leeftijd en ervaring waar ik nu ben. Maar ergens ben je dom en vraag je aan die chickie... Maar 15 jaar geleden maakt het wel uit. Ja, maar dan vraag je ergens aan die chickie, je houdt van die, je bent verliefd, alaka. Ah. En jij vraagt ergens dom, met hoeveel kills heb jij gewiept? Nee, ik zou het niet vragen, maar ik zou het En zij zegt tegen jou 350. Dan val jij flauw en dan ben je niet meer verliefd. Nee. Ja, nou, omdat je dom nee, bent. Nee, 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 dat gaat me wel even... Nee, ik, okay. ik zeg maar... Ik... Ja, maar Ho met hoeveel mensen heb jij gewiept? ja dat is, uh... Ja, nu ben je stil want dan kan je niet ik kan geen antwoord geven ik ben niet je stil ik drink was drink, slok water drink, ja. ja was toevallig ja. Ja, je timing was anders ja ja, uh, ja. nou maar ik zal je wat zeggen uh, uh, als ik het hierover heb want die vraag wordt dan gesteld mm, Randstadboys, mensen opgegroeid in de randstad mm -hmm. uh, hebben veel seks gehad in een bepaalde uh, fase van hun leven want bij mij zat het om vooral in die tienerjaren jaren, mm -hmm. en heavy tienerjaren jaren praat ik over 12, 13, komiet 18. Daar was het een feest vooral. Mm -hmm. En toen heeft hij van wacht mm -hmm. ik vind niet alles leuk. Ik hoef hem niet overal in te steken, alsof het mobaan baan goh, is. Goh. Ja. Ik heb het er langer over gedaan. <laughs> ja, ik heb er Hallo. Nog over gedaan alsof het mobaan baan is. Maar dan ga je ook een, uh, een smaak en een type ontwik ontwikkelen en dan word je wat kritischer. Klopt. Dus voor mij is het vooral vroeger. Uh, je hebt maar mijn excuusverhaal gehoord. Maar ja, ik vind een etherie. Ja, dat is waar. Dus je komt da ergens, weet ik wel zeker, op die drie barkies zoveel. Uh, nee, ik bereik, ik, ik bereik barkie uh, niet. Of misschien net, maar nee, niet. Is dat weinig? Nee, is, ja, maar dat, ik zeg je uit in de Randstad. Nee, wat, kijk, als ik om me heen kijk hè, in de Randstad... Mm -hmm. Iedereen waarmee ik ben opgegroeid. Ja, maar sommige mensen ja, kunnen bluffen. Sommigen zijn gewoon echt bang. Sommige mannen zijn echt bang. Ik heb ooit. Dit is, we hebben het erover, hè? Ja, nee, klopt. Ja. Uh, mannen, uh, sommige mannen zijn gewoon Zij banggas. Vroeger gewoon. kon ik dat niet zeggen, want ik maar, zei, Ja, maar er, het is wel echt. zo. Oh, hard, wat ik je ga zeggen. Maar ik praat gewoon real. Er is een verschil tussen een man en een vrouw. Vind ik nog steeds, ja. by the way. Maar het is gewoon waar. Ja, sommige sommige mannen, mannen zijn gewoon banggas. Je weet het uh, gewoon. Zo iedereen. Want vooral nu in deze tijd. Vrouwen praten anders, hè? Nu praten ze over je alsof je alsof bent. een banga bent. Alsof jij bang bent. Die heb ik al gehad. Niet in mijn tijd, hoor. Ik kijk naar. Ik denk. Ja. is een hele andere, andere. is een hele andere. Ik ben wel blij, want die vrouwen komen meer van zichzelf op. Ja, je vindt het leuk om te zien waarschijnlijk. In tegenstelling tot onze tiener. Uh... Ja, is beter. Want in mijn tijd, toen wij mm -hmm. jonger waren, had je heel veel meisjes die heel snel oh, ja, depressies kregen, want ze kregen snel stempels. Mm -hmm. Omdat ze dan bijvoorbeeld veel vriendjes hadden gehad. Alles had ze geen seks gehad. Ja. Want onze tijd gingen mensen op liegen, ze gingen voor mij ook liegen. Ja, ik heb Oh ja, line your dick shit. Ik heb je ja, nee. gedaan, terwijl nooit nee. die shampoo... Oh, dat ja, was ook, ook in de mode ja. Mee. Nee, nog nooit je heb ik dat lichen. gedaan. Maar mijn ja. motto was gewoon altijd: als je dat zei, zei ja. ik ja, maar je taille is toch klein? Ja, standaard. Dat is ook advies die ik geef aan vriendinnen. Dat hebben me niet volst nog geleerd. Iemand shit over je praat. Iemand liever. Ik fok je hem. helemaal op. Je taille is ah. klein toch? Daarom heb ik je toch weggejacht. En dan was het kik, 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 kik. ja. En dan zo stopt het. Ja. Maar nu die meisjes tegenwoordig, nu hoeft dat niet meer. Ze fokken je gewoon op. Anders hè? Lult. Ja, ze fokken je. Ja, in dat, in dat opzicht zijn ze wel wat gangster. Ja, voor ze zijn wat stoerder opkomen. geworden. Ja. Maar om even over die body count uh, te praten en dan vooral de mannen side, mm -hmm. Want je hebt gelijk. De vrouwen side kennen we. Je bent een gouden banga, mm, een, hoer, een hoer of whatever. Sluit. Uh, maar ik weet, nog, ik, ben, ik weet nog een moment. Uh, Keg je, ja, dat is iets van nu. Hey, ik zijn die, die, die nieuwe woorden. woorden. Ja, zijn die nieuwe woorden. Maar um, volgens mij was ik. Ik denk dat ik. Ik denk dat ik 16 was. Mm -hmm. En toen heb ik een poging gedaan om te tellen hoeveel. Mm -hmm. En... En toen kwam ik waarschijnlijk bij... Uh... En ik ben er niet trots op hoor, want ik zal je wat zeggen. Nee, 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 ik wil niet dat mijn neefjes zo opgroeien. Want, ja. want, want, want ik zeg altijd tegen mijn homeboys: wij zijn niet gezond opgegroeid hè, seksueel. Nee, dat laat ik Ja, niemand ging ons leren. Niemand ging ons leren, begrijp je? Jong, jong, naai ja. en ook gewoon zomaar en kansen nemen en ja, met z'n allen, eh, ja, kelderbox. Ja, je man. kent het wel. Tenminste, je kent de verhalen. Ik heb shit gezien, maar ja, ik heb veel niveaus. Ik, ik heb veel gezond. Dat is wat ik bedoel. En daar schaam ik me voor. Tegelijkertijd zeg ik: kan ik niks aan doen. Dacht dat of, ja, we wisten, we, we wisten niet beter. We wisten, we wisten, niet, wisten beter. niet beter. Begrijpen? Dus dat weet ik. Ja. Dus ik neem mezelf niet kwalijk. Maar ik schaam me er wel voor. Ja. Begrijpen? Dus daarom... Ik zeg dat. Daarom schaam ik me er ook voor. Dat ik weet van... Ik was 16 En dat ik bijvoorbeeld was bij... Uh, dat ik zo bezig was. Dat ik dacht van... Oké, okay, 41 En dat ik dacht van... Maar hoe heet zij ook alweer? Ja, dat is lelijk. En daar zag ik van... Ja. van ja. Heersan ja. ja, dat is lelijk. Ik weet nog dat ik in de tram stapte. Uh, in de tram stap stapte. En dat... Me en enthousiast zat te groeien en zo met de vriendin zat te praten, ik zei tegen: wie de fuck is dat? Hij zei: Ja, het is maar toch? Dat ik niet eens meer ja, weet hoe ik heb lele. gebald. Nee, en daarbij ben je een tiener, dat no boom. Ja, dat dus het was vooral een tiener. Want ik ben later werd ik wel, uh, hoe noem je dat? Heel erg selectief. Kieskeurig. Ja, en kieskeurig, inderdaad. Ja, dat is het woord wat ja, ik zoek. Kieskeurig. Keurig. Heel erg. En dat is alleen maar eigen geworden. Ja, klopt. <laughs> dat is vandaag de dag. Klopt, klopt. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ah, ja. selecteert. Gaat mm -hmm, mm -hmm. niet meer dan voor de lust. Ik moet er wel bij zeggen, na Covid heb ik een momentje gehad van, oké, okay, je, je dacht dat je, even, even terug naar Westside, maar ik ben, weer, yeah. uh, ik ben weer, op op rails waar ik hoort te zijn. Uh. Nee, maar dat is belangrijk. Ik ben ermee eens, Luko dat banga-banga-ding. Als, als dat banga zijn, dan zijn wij dan we ook banga. We zijn bangas. allemaal banga's. Zijn we zijn allemaal, allemaal En niks mis mee. Maar je zei iets belangrijk. Als je erachter staat. Je moet erachter staan. Nee, je moet er echt achter staan. Als je misbruikt bent of op wat voor manier dan ook. Als je ergens twijfelde, dan sta je er niet achter. Juist. Maar het moment dat jij gewoon vindt, ik lust die kil. Of Juist. ik lust die dame. Dan, dan sta je erachter. Maar we hebben het hier wel ook in het voorbeeld over jonge meisjes. Hè, die niet precies weten wat ze willen. die denken dat ze willen. En dat is waar ik het over heb. Tien ja. jaar later heb je spijt. Als je denkt hoe dat is gegaan. Ja, als ik nu kijk naar die jongeren. drie kwart van ze heeft, denk ik, geen idee waar ze mee bezig zijn. Ja. Ze doen het omdat een ander het doet. Mhm. Mm en dat vind ik wel jammer. Uh, dat ik jammer. Ze voeren sommige uh, dingen die ze in teksten horen uit, op televisie, Ze zien media. dingen, ze zien seksfilmen. Ze, ze denken dat dat. was heel, is... heel bijzonder in mijn tijd hoor. Dat is niet in meer bijzonder In onze tijd hoor. wist jij dat niemand jou eerst mocht filmen. Daar ging het aan eigenlijk mis. Als ik je laat weten hoe oud ik ben, ga je schrikken. En niet door mijn leeftijd, maar door mijn daden. Ik naaide vroeger en dan nam ik het op op een cassettebandje. Alleen geluid. Ja, maar ja, maar op, op dat... cassettebandjes. Zo oud ben ik. Gewoon. geluid. En dan laten horen aan mijn matjes Aarkie. Huh? <tie> ze, kom Ja, toch? Ja, 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 ja. Zo oud ben ik. Maar vroeger was dat dus bijzonder. En dat is niet meer bijzonder. Nee, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Ik vind dat jammer. Ik vind het jammer dat uh, jonge meisjes zich laten filmen. Dat, dat breekt mijn hart. Dat breekt mijn hart. Ja. Omdat uh, een filmpje gaat niet meer weg. Hmm. Het gaat niet weg. Nu ben je 18. Nu kan je misschien stoer doen, want je hebt geen kinderen. Ja, fuck it. Want ik zie soms van... Ik praat met ze. Ja, fuck it. Ja, schijt, ik heb schijt. En ik doe het gewoon. En het maakt me niet uit. Maar over tien jaar... Dat is wat ik net zeg. Heb jij een ching. Juist. En als die ching dat filmpje ziet... Mm -hmm. Dan voel jij je niet lekker, denk ik. Mm -hmm. Als jij een pornoactrice bent, is het weer iets anders. Jij krijgt geld... Uh, Jij doet het bewust uh -huh. Jij krijgt een kind Jij zegt jouw ching Mama is de porno bitch van het jaar Mama heeft kino's Jij uh -huh. gaat een dag een kino zien van mama Die ching is voorbereid uh -huh. Maar dit soort chiffy chiffy filmpjes uh -huh. Dat kan echt jouw leven opfokken Klop, ja. En in mijn tijd is mij altijd geleerd Laat jou niet filmen Tot de dag van vandaag Maar toen had je nog geen smartphones Maakt niet uit maar er werd altijd gezegd: mm -hmm. laat je niet filmen. Mm -hmm. Zet jezelf nooit op internet. Zonder kleren. Ai, ai, Dat zijn sorry. gewoon basisregels die je vanuit huis uit meekrijgt. Mm -hmm. Het lijkt alsof die jongeren nu die regels niet hebben gehad. Ze hebben nee. die regels niet gehad. Nee, nee, nee. Is nog erger. Ze hebben al die regels gehad, ze kennen de regels, ze kennen de gevolgen nee. en doen het. Nee, maar ze kennen de gevolgen niet. niet. Ze kennen het, maar ze hebben niet door wat de gevolgen echt zijn. Ze weten alles, hè? Ja, maar het lijkt alsof ze weten. Ze beseffen het niet, dan, laat me het zo zeggen. Ze beseffen ja, besef is niet. niet wat het met je doet Ai. wanneer je alleen bent in je kamer. Juist. En jij beseft dat jouw vader, jouw niveaus, je ooms en je tantes en iedereen in je familie dat filmpje heeft gezien. Daar gaat het om. Het gaat er niet om of jij je stoer doet nu. Van ja, en ik, sta, ik ben niet ready ja. dat mijn tante ziet hoe ik wiep. Precies. Daar ben ik nooit ready voor. Dat wil ik niet. Ah, ja. Dat is al voor mij een reden om het niet te doen. En dan heb ik het nog niet eens over mijn zonen. En dan praten we dus over uh, de meisjes inderdaad. Ja. Maar laten we praten over die bitches boys die besluiten dat te delen. Of laat me tegen hun praten. Want als je dat doet, Mimang... We hebben het nu over een meisje die over tien jaar de consequenties misschien niet aan kan over wat ze heeft gedaan. Maar kan je de consequenties aan van zo'n meisje die zelfmoord pleegt? Klopt. klopt. Want dat gebeurt ook. Ja. Misschien denk je nu, ja, maar ja. over tien jaar, dan ga je beseffen klopt. dat heb ik gedaan. Ja, je verpest iemands leven. Ja. En je eigen leven ook. Want als ik zou horen dat mijn man ooit zo'n filmpje had gemaakt van iemand, dan hoef ik je niet meer. Want je bent vals. Oh, dat hij zo'n filmpje gemaakt. Ja, met, met iemand. En het zo nee: als het in besloten consent, kring is, maar consent. ik bedoel, jij hebt het gewoon online gezet, oh, dat, ja, ja, omdat nee. jij vindt nee, nee. dat het meisje moet exposen, ja, 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 nee, dan ben jij zal, in mijn zal... ogen gaan flikken. Dat is some bitch shit. Al die jongens die dat doen zijn voor mij flikkers met kleine tollies. Absoluut. En ik hoop dat ze niet gelukkig worden. Wat heb je, met, uh, wat heb je tegen kleine tollies? Kleine ik weet tollie dat, nee, is. ik weet dat dat pijn doet okay. als je dat zegt tegen iemand. Okay. Ja, En vooral dat soort jongens. Misschien is. daarom reageer ik erop. <laughs> dat is helemaal niet. <laughs> He dat is helemaal je <laughs> nee, Maar ik weet bij mannen, of je tollie nou groot is, als je tollie niet klein dat, dat, dat nee, stukje nee, het dat is, dat het stukje. Ja. Het irriteert je als iemand dat, dat, al dat zegt. Uitgeven, ja. Ik vind dat is kleine Tolly Energy, als jij dat doet. Ja, ja. Dat is wat jij doet. Ja. Want jij wilt wijzen dat jij die hele manier bent. Maar een hele manier nee, 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 hoeft niet nee. te bewijzen aan de wereld It's dat hij seks is. Shit. Ja, die hoeft dat niet te doen. That. Een hele manier is juist on the grapevine. Vrouwen gaan over jou praten. Yes. Als jij het goed doet, dan ga ik mijn vriendin vertellen: hé, heb die je die ene keer? Ja, ga. Ga bij te die te praten. Keel. Je hoeft niks te zeggen. Aye. Mond dan op ben jij mond ja, mond-op-mond mond reclame. <laughs> je is door rustig, rustig. bescheiden, humble. Je He? doet alsof je niet tot die kan tellen. <laughs> ja. En die vrouwen komen vanzelf, want we vertellen elkaar. Oh, deze players voet je op, uh, out, hè? Deze jongens kunnen we verwachten. Je moet niet te veel praten. Zeg niks. Ga niet bluffen voor jezelf. Ah. Hou je mond. Uh -huh. Laat je werk. Ah, het ja. werk doen. En dan gaan die meisjes zelf vertellen. Hoeveel boys heb je? Ik heb nu drie jongens. Uh, en, en die andere komen ik er ook nog bij? Ja, en ik heb nog vierde jongen. Oké, en meisjes? Ik heb 1, 2, 3, 4, 4 meisjes. Woudste, oudste, de oudste? je oudste kind? Mijn oudste kind is 22. Jong, jongste is nog onderweg. Jongste is onderweg. Wa waarom ik dat vraag? We hebben het nu over meisjes, jongens, verschillen shit. Mm -hmm. Maar als je eerlijk bent in jouw opvoeding, ben je ook eerlijk met okay. dat zijn meisjes, dat zijn jongens? Ben je strenger voor die meisjes? Mogen die jongens no, iets meer? No. Ik ben voor iedereen hetzelfde. Ik ben hetzelfde. Ik leer mijn zoon dat elk meisje ook iemand zusje is. Mm -hmm. Ik zeg, je ziet je zusje? Mm -hmm. Denk aan Thorita kwam boje balgitsa. Nee. Hij wordt helemaal niet goed. Hey. <laughs> <Ja. Maar> mama, <laughs> kom niet met zoeken dingen, ze dus is klein. Nee. <laughs> ja. Ik zeg, nou, voor iemand is dat meisje waar jij verliefd op bent mm -hmm. ook iemand zusje. Mm -hmm. Dus je moet altijd met respect met ze omgaan. Mm -hmm. Als je ziet dat het meisje, uh, broer, later. Later gewoon aan die kant gaan, is mm -hmm. iemand zusje, later gewoon. Dus ik praat gewoon met ze en ik ben blij, mm -hmm. want mijn jongens praten ook veel tegen mij. Mm -hmm. Oh, alles wat gebeurt, moe. komen ja. ze thuis. Hé hey mama. Oh, dat heb je gecreëerd. Ja, door het, het vele ja, okay. praten komen ze me alles vertellen. En ik vind het leuk. Want ik, ik beleef nu een hele andere wereld mm -hmm. door hun, via hun ogen en hoe hun dingen beleven. Maar. Dat, ik, ik vind dat altijd uh, grens, want er zijn van Itak, Whitman, mm -hmm. Ik zeg altijd, witmans praten te veel en wij praten te weinig. En daar met hun Die kinderen, middenweg, in middenweg, moet, middenweg je moet je inzoeken. Maar ik vind het ook vreemd als een, uh, een van mijn uh, guests gaf het voorbeeld waarin hij hoorde dat, het, uh, dat een dochter zei, ai man, dat was zo groot en dat soort dingen. Dat vind, ik, oh, dat vind ik vreemd. Ja, maar dat is je blak aan opvoeding dat je het vreemd vindt. Jij vindt dat normaal? Nee, ik vind dat normaal. Als mijn dochter later dat niet met mij gaat bespreken, met wie gaat ze het bespreken? Gilly? Okay. Met een paar domme vriendinnen die haar rommels gaan uitleggen. Mm -hmm. En ik ben haar moeder. Ik wil dat ze mij die dingen vertelt. Want als je mij vertelt, kan ik jou ook behoeden voor bepaalde moves. Okay. Wanneer ik iets hoor van, uh, uh, mama, ik wil een trio. Hoe bedoel je trio? Nou, nou, doe. Weet je, toch, ik kan het uit je hoofd praten. Okay. Terwijl die vriendin kan zeggen, nou, kom gewoon quartet. En nee. Ik wil dit soort gesprekken hebben met mijn kind. Okay. Want dat soort gesprekken ah, kon ik niet hebben met mijn moeder. Uh -uh. En niet dat het niet kon, misschien, ik durfde gewoon niet. Uh -huh. Want wij hebben die old school Surinaamse opvoeding gehad. Uh -huh. Dus het kwam niet eens in je op. Kijk, nu dat ik groot ben, uh -huh. zie ik dat het misschien wel had gekund. Ja, achteraf, als je kijkt naar je moeder ja, de karakter. Als en... ik nu met mijn moeder praat, dan denk ik, ik was zomaar een Allee vriendje, jongens. Ja. Was als ik bang en shit. Ja. Maar dat is gewoon iets wat in de Surinaamse opvoeding zit. Ja. Je... Veel dingen zijn taboe. Ja, ik vind dat too much, hè? eerlijk. Ik vind dat too much. Nee, je kan... Kijk, je hoeft niet te komen met banen zo groot en shit. Ja. Maar je kan het respectvol houden. Nee, ja, want ja, waar is het respect? Is wat ik net wilde ja. zeggen. Nee, je kan het respectvol houden. Je kan da, gewoon... Maar da, dan da, da schreeuwen je er als je iets anders doet. Maar dan zoek je het ja, zelf. Ja, nee, maar je, dat zeg ik dan. Je moet die, die middenlijn zoeken. Je kan over seks praten. Net als hoe ik nu over seks praat. Mm -hmm. Mijn dochter, zie, ze zit hier. Ze is even... Ah, ja. Zo praten we altijd over dingen. Gewoon open en eerlijk. Als je een vraag hebt, stel het. Mm -hmm. En ik, waar ik... Kan, geef ik antwoord. Als ik niet weet, zeg ik, hé hey, luister, dit is raar, ik weet het niet. Ja, dit is heel raar, dit ik Dit is jullie generatie, ja, dit, weet ik dit is niet. nieuw. Nu wordt het heet in het hoofd. ik weet het niet. Ik ben gewoon, je moet eerlijk blijven gewoon, uh, dat, dat is belangrijk, denk uh, ik. Uh. Dus het, je kan erover praten, maar er moet altijd respect voor blijven. Ja. Ja, er moet toch een verschil zijn met je moeder praten en je vriendinnen. Ja. Ja, dit, dit, ik denk dat dat het meer is. Okay. Maar ik wil toch ik ben de matty, maar toch ben ik de matti niet. Oké. Okay. Ik weet niet hoe het moet uitleggen. Ja, je hoort jezelf praten, ja, toch? maar okay. zij snapt het. Maar, maar in de praktijk werkt het. Het werkt. Nee, het werkt. <laughs> ja, ja. Want als je brutaal gaat worden... dat je met een bepaalde toon gaat praten... alsof ik... Dan ga ik je zeggen... Hé, hey, nou, ik ben je mattie niet. Ja. Maar als je een probleem hebt... ben ik weer wel je mattie. Ja, dus het ik... is... We, 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 wij kennen elkaar. Ah, ja. We weten hoe het werkt. Ja. En zo moet iedereen eigenlijk met zijn kinderen kijken... En, en iets zoeken wat werkt voor jou. Want er is geen perfecte opvoeding... Nou, Milo, ben hoe je deelt deze traditionele, nee, niet traditionele ja. opvoeding, maar tegelijkertijd toch een traditionele denken die je mee hebt meegemaakt. Maar ja. het is gewoon je eigen ding wat je ja, doet. Ja, is dat, je eigen ding. Maar dat is ook wat je In moet doen met In een blended je family. Ja. Uh, nee, mooi, mooi, mooi. Ja. We gaan een pauze nemen. A geluid boem. Oké, okay. camera boem. Geluid op rek. Camera's op rek. Op, hier, op hier, die ga je Piri TV, ik volgende keer thuisblijven. Hahaha. <laughs> <Iederlijk. laughs> ik zit in mijn tas, Hier is Love Line, uh, van de Break, want ik moest met mijn kleine Tolly even naar het toilet <laughs> ha -ha. gaan. <laughs> Chantal, ja. jij maakt van die filmpjes waar je heel open bent, uh, grof hoe grof, grof ook. Klopt. Eerlijk vooral. Mm -hmm. Daarom zijn we hier. Uh, om eerlijk over de liefde te praten en alles wat daarbij komt kijken. Met al zijn mooie en zijn nasty ass kanten. Uh, ik kijk dan naar jou. Ik ken jou dan niet. Uh, en dan trek ik conclusies en uh, maak ik aannames eigenlijk. Weet Klopt. je wat ik van Chantel denk? Klopt. Net, net hoe je naar mij kijkt en denk je van... Hij moet een kleine Tolly hebben. <laughs> Zo kijk ik ook naar jou. En dan denk ik van zijn zo Chantal, ja, dus ik drop een paar dingen, mm -hmm. of het nou een vraag is of een, uh, uh, gewoon een statement en dan reageer erop, okay. zo van niet waar bullshit of uh, uitleg of whatever, ja, want ik probeer je een beetje aan te voelen, uh, maar dan gebaseerd op de uitspraken die je doet, hoe je praat en hoe je bent online, ja, okay. Ik drop er eentje voor je. Chantal zal nooit met de witman gaan. 100% niet nee. 100% waar. Waarom is dat 100%? Waarom is dat niet C82% no, waar? No, Waarom no, 100%? No, 100 Ik hou van mijn blakkamangs. Ik uh, noem ja. Ik hou gewoon van blakkamangs. We gaan een... niet eens in discussie. Daar zit het te winnen. Er is geen discussie gewoon. Die, het is nee. niet dat ik hier op maar klaar heb staan. Nee, hè? Van nee. achterdeur 1, gewoon een verrassing. Nee. Witman. Gewoon nee, <laughs> nee. We gaan niet eens nee. Oh, kijk okay. niet naar me. Go away. En dat dus heeft niks te maken dat je. Uh, 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 niet van hun houdt. Je houdt van de man ik en daar van zit black het black hem and vooral and in. Oké. Okay. Ja. ja, ik hou van blakemangs. Op dat ben je discriminerend. Ik. ik wil geen wit man, ik wil een man. Gewoon zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is niet discriminatie. Toch is een voorkeur. Ja, want ik geef ze geen kans. Oké, okay, nee Kijk niet naar me. Oké, kijk. Weer okay, hoe je ja, naar je kijkt. naar me kijken. Oh, laat je het aan Nee, <laughs> niet naar <allemaal> me kijken. <laughs> Zie die visie vervelend. kijken. <laughs> ik wil het niet hebben. Oké, okay, dus dat heb ik goed aangevoeld. <laughs> Helemaal goed. Nooit geprobeerd ook. Oké. Okay. Ik word kwaadaardig als ik er aan denk. Oké, okay, is goed. Zie je, je begint krom je voor ja, te zo, valt. maar we gaan, verder, ja, ja? we gaan snel ja. verder. Ik word gewoon We gaan snel verder, de rest Chantal is slecht in excuses aanbieden. Nee. Niet waar? Nee, niet waar. Als ik fout ben, zeg ik sorry. Direct? Meteen. Meteen. Kijk, zelf dat incident dat ik uh, ruzie had met. Uh, die soort vrouw. <laughs> <laughs> Nee. Dus je gaat nu ergens dat ja, dit nee, klinkt alsof je nee, gaat... Nee, omdat ik eigenlijk een hele andere naam voor dat had verzonnen. Maar ik had yeah. gezegd dat ik dat niet meer ga doen. Okay. Dus daarom zeg ik het zo. Oké, okay, maar vertel. Er is ik... een incident geweest waarbij je uh, online uh, beef had. Ook nog gefilmd en al. Uh, met een dame. Iedereen heeft dat kunnen zien. Ja, maar het heeft een ja, lange aanloop. Dat is ja. het verschil. Men heeft alleen die opname gezien dat het is geëscaleerd. Sommige mensen dan. Maar die gingen me daarvoor niet volgen. Oké. Okay. Ik ben begonnen omdat zij mij had genakt. Zo is het begonnen. Ze had me genakt. En ik was boos. En toen ben ik online gegaan ging ik alles vertellen. En Want jij deelt alles. Alles, ja. En ik was boos, boos. Dus ik ging eruit schelden. Dus je deelt nog meer nog zelf. Nog meer. Dus ik was boos en ik ging eruit schelden online. En zo, je weet hoe dat gaat. En die climax was dat zij, uh, was COVID. Het begint tijd dat niemand nog wist of corona echt was of nep. En toen kwam zij, terwijl ik live was, onder mijn balkon. En die tijd dachten we nog corona's echt. Ik tenminste. Ik dacht ik ga dit in. Als je <laughs> ee, toch misschien zo corona, dan ga ik dit in. Dus ik dacht ik neem geen kans. Ik ga hier naar beneden. Naar mijn boom kwam toen glazen naar beneden. Terwijl je live was, terwijl ik live Dat was. Ja, ik detail. was live en ik ging die glazen naar beneden gooien. Met het wonderteam. Met mijn kinderen. Mijn kinderen gingen niet gooien. Nee. Mijn zoon ging die glazen voor me halen. Gewoon halen. En ik ging ze gooien. En daarna, toen, had, toen ik offline ging, toen dacht ik, nee, man. Nee, dat is te veel. Dit kan, nee, kan niet, dit kan, kan niet. Je kan boos zijn, je kan de pest hebben aan iemand, maar je bent wel een moeder. Goed zo. Zij is ook iemands moeder, dit is lelijk. Okay. En toen heb ik ook online gewoon gezegd: van, kijk, dit is de laatste keer dat ik het over deze Chickie ga hebben, gewoon, fuck dat ook. Ja. En ik heb het ook niet meer gedaan. Oké. Okay. Ja. Als ik fout ben, ben ik fout. Ik zeg gewoon. Oh, dat ik was fout die excuses. Je. Dat was die idee, ja, tuurlijk. Ik was lelijk. Ik zei ook fout, dit had ik niet moeten doen. Ja. Als ik even had nagedacht. Ik ben in mijn Osso. Ja. Ik hoef helemaal niet te reageren. Ja. Zoals ik altijd doe, eigenlijk met, met situaties. Ja. Maar omdat mijn aard is eigenlijk dom, toch? Ja, En ik ging niet naar beneden, dus ik, 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 ik moest iets doen. Ja. En dan ging je dom, dan ging ik glazen gooien. Maar het was niet slim. Dus ik zeg je eerlijk, hè? ik heb dat filmpje ook gezien. En uh, sowieso uh, hou ik niet van negativiteit. Uh, ja. Ik sla dat over online. hè? Ik sla dat allemaal over. Dat, dat sla ik allemaal over. Tweede Black on Black Crime is iets helemaal niet ja, waar ik, uh, ik niet achter sta. Twee vrouwen die het belachelijk doen online. Kan je... Maar je ging wel dit, hè? ik ga niet voor je liegen potje entertainend. Je wilt, ja. En dat neem ik mezelf kwalijk dat ik dat entertainend vond. Nee, maar het was ook entertainend. Waarom? Omdat ik hinderlijk oh, ben, toch? Ja. Is dat ik? Ja, ja ik omdat ben je hinderlijk bent, was ben je entertainend. Kijk, je zou denken dat het nep was, zo goed was. Ja, maar het, het. was gewoon echt. Wat, ja. wat was het nou? Kijk, zij had weer eens iets gedaan. Nadat? Nee, daarvoor, zoals okay. het begonnen. Kijk, ja. ik probeerde toen de tijd al online de hele tijd te bewijzen dat zij laag was. En. Ik kreeg steeds net niet genoeg bewijs om te wijzen dat ze laag bezig was. Okay. En toen had ze wat geflikt bij een vriendin van me. Yeah. En er was bewijs nu. Dus ik ging nu online. Met. Uh, <laughs> Hoe schrik ik dat liedje weer? Uh, jij zegt, ik ken hem. Allemaal jongens zijn in love in de bank. Bang, bang! Dus ik yeah. was hinderlijk aan het doen. Bang! Bang! Ja, oh ja, bang ja, tijdens, bang, de, bang, de, Dat was ik ja. aan het doen. Dus ik was Loop. gewoon in mijn element. Gewoon van we gaan nu hinderlijk doen. Ga alles beren wow. En toen was ze er. Toen en stond ze voor je deur. Voordat ik. Wat kon zeggen? Ik was net uit mijn pokoe. Hoorde ik ineens beneden bij die balkon. Is Chantal, je mag komen naar beneden? Als je wil, ga je verder. En Ik ging niet erop. En ik ging dit doen, ik zei. En daarom ging ik helemaal dit want ik ging stuk. En omdat ik echt zo ben, lijkt het gespeeld, maar ik ben zo vervelend. Zo goed was het, maar check. Maar da da daarvoor, meneer Opatori, omdat nee, de vraag gehoor. was weet je, excuses aan te bieden. Ik heb bieden. sorry gezegd. Oké, okay. ja, ik heb sorry gezegd. Ge ik meende okay, het. Nee, ik, nee, ik Ik was ook zet zet. naar het politiebureau gegaan, wat ze, ze zou aangifte doen of weet ik the fuck. Ja. Uh, uh, wijkagent wat de fuck. Werkagent had me opgeroepen, ik moest daar gaan zitten. Ja. alsof ik een boef was. En ik zeg: Van ja, luister dan. Ik zeg: Het is lelijk dit. Ik zeg: We hebben fouten gemaakt. Dit is dom. Ik zeg: Van mijn kant. Tegelijkertijd, ja. ik Ja. Is goed zo. Maar toen begon zij rare dingen te zeggen tegen die school. toe. zei zij: Wou. bepalen wat ik op mijn platform moest doen. Oké. Okay. Zij wou dat ik een of andere statement moest gaan hebben over haar. Speciaal. Ja. En hey, fuck that okay. shit. Toen zei ik: Nee, maar fuck it. Ja, ja. Heb ik het maar gelaten. Dus ja. Ik heb sorry gezegd, maar. Nee, goed. Ja, en ben toen. Want daar ja. gaat het me niet om. Uh, omdat alles. Uh, ik zei al. Uh, maar ik ben wel eerlijk geweest. Wat je daar dus. Die Tori uh, beviel me niet. Maar ik zag, deze chick weet echt wat ze doet. Want zelf in een ambush uh -huh. is ze nog steeds onder game de selfie à la so Dus ik heb gezien, gevaarlijk. <laughs> die wil ik hebben bij Gilles Love Line. <laughs> Oké, okay, we gaan verder met die Tori. Ik kijk dus en denk... Je zou denken, is een freak in bed waarschijnlijk. Maar misschien is het af en toe een beetje saai. Dat is wat ik denk. Bij mij? Ja. <laughs> Vraag die man van me. <laughs> Hoeveel kinderen ook alweer? Acht. Oké. Okay. <laughs> dus ja. Oké. Okay. Ja. Vraag die man. Die klopt niet. Ik ga, ik ga niet, niet blijven voor mezelf. Ik doe mijn best. Vraag die man. Maar, dan kijk ik ook, dan denk ik, die is op late leeftijd ontmaakt. Ja. Ik was 17. Misab ja. Misani. Ja, en dat is niet laat, maar in vergelijking met... In mijn, met... Tijd, was yes. Yes. In mijn yes. tijd was ik laat. In mijn tijd was ik laat. Want in mijn tijd waren al die meisjes uh, 14, 15, oh, ja. 16. We waren zo'n mm -hmm. Maar ik ben niet toch Tolly, gewoon. ben Ja, ik, ik okay. had gewoon in mijn idee, dat gaan we niet doen. Ja. Ik had een grote bek, maar... Uh, ik ben oh, nou <laughs> <ain't> <laughs> no, minder de, ik loop geen dag nou, nou minder minder en een eenmaal die lo blackamanda nog maar moeilijk. ja nee, ik weet je al sowieso aan de misschien moest je de beginnen met witman. nee, tot, nee dat nou nee, niet. wij discrimineren. kloppenlijk. Okay. <laughs> <laughs> helemaal nee. te maken. nee, maar dat klopt wel. dus gewoon je was bang. ik was gewoon bang. ik dacht ik doe niet mee. ik maar doe gewoon niet mee. in die hoed, in dat soort hoed, zoals de mijne, ja. is eh uh, is het, want Maarten's verhaal meestal niet uh, heel erg romantisch. Dus nee was het ook niet. ik had ook niet verteld dat ik uh, ah nog maag was. Mag was. Okay, ja. Want ik dacht gewoon als ik niks zeg dan, 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 dan kijken we wel gewoon als gaat zo uh, voorzichtig en vervelend. Ik dacht nou ja. gewoon die shit we do de do doel, ja, En ja. dan kijk ik wel of ik dit in ga of niet. Ja. Ja. Maar dat klopte dus 17 jaar? Ja, 17. Ja. Ja, ja, 17. Okay, okay. Nou eigenlijk bijna, ik joh, ik was vier dagen voor ik, nee zes dagen voor ik 17 werd. Dus eigenlijk was ik 16. Oké. Okay. Ja, ik was 16, 16 bijna 17. Ja. Maar ja die zes dagen. Oké. Okay. En toen was je al met je band en alles Ja, okay. ja. Dus hij kon zeggen Hé, hey, Miklas af. En wat, maar dat gaat hij niet zeggen. Dat heeft hij zo, nooit, was zo'n goede doel dus. Ja, heeft het nooit hij was de gezegd. Hij was echt je... verliefd op me en ik ook okay. op hem. Okay. Ja, mooi. Ja we want want ik zei meestal elkaar. is het verhaal in de hoed niet zo mooi of de Ja, Maar bij mij was dat, dat niet zo. Hij was echt verliefd. Hij had ook zelf een liedje gemaakt. Oh mooi 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 Want ergens zei hij voelde het wel. Hij zegt van volgende jij bent macht hè. Zeg helemaal niet. Zomaar helemaal niet. Ik wil nog stoel doen maar hij wist het dus. Oké. Nee cool. Uh, Chantal kan boe-onredelijk zijn. Ja. Wat zeggen we daarop? Ja, ja kan. kan. Ja, ga ik niet ontkennen. <laughs> Dit ja. antwoord is het redelijkste dat je bent ja. geweest in een long time. Ja. 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 ja? ja. En, en wie, wie is daar dan vaak de dupe van je, die master van je die je nu hebt? Mm, soms die kinderen ook soms. Ja, no? Als ik als zeg, ik zeg sorry, als ik weet dat ik lelijk ben. Dat dan weer wel. Ja, als ik weet, want soms je, je bent gewoon een mens. Hè. Ik ben niet perfect. Soms dan geef ik bepaalde antwoorden. Mm -hmm. Ik nam nou, even ja. Zeg ik net, ik was even niet geluid. Uh, ja. Sorry. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Chantal is nog lang niet klaar met kinderen maken. Ja, wel man, het is de laatste vloot man. Deze is de laatste. de laatste vloot. Was het gepland dan? Jawel. Oh, oké, okay, dat wel. Okay. Ja, ik heb geluk dat het is gekomen, want ik heb maar één eileider. Oh, oké. Okay. Ja, 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 ja. Dus ik had niet gedacht dat het zou lukken, maar het is wel gelukt. Maar, maar, Het is gelukt. Vissen. Ja. Oké, okay, maar dit is het. Dit is het, hè? Hey. Oké. Okay. Ik ben ook al oma, hè? Je bent ook al oma. Ja? Kijk dan. Gewoon een klein zoon, JJ. Oogappeltje, appeltje, al, al die openheid zie je? en dan ben je nu uh, uh, oma. Ja, ik ben een oma. Uh -huh. ja, oma. Hoe lang al? JJ is twee. Oh, twee. En hoe voelde dat? Was het iets dat je dacht van, hé, hey, mijn man. kom ik mee oma, ja, zomaar. Of gelijk dat je zei van, oké. Okay. Nee, ik, Eerlijk. Ik, ben, ik, heb, ik ben heel open, toch. Oké. Okay. Ik was direct blij. Mm. Maar die oma gevoel, echt, krijg je pas wanneer dat kind praat. Ja. Nu dat hij mij roept... Ja oma. En dan kom ik, hallo. Dan zie je mensen kijken, ze krijgen even die shock. Ja. Wacht even. Ben jij die oma? Jawel, want ik ben die oma gewoon. Nu ben ik echt een trotse oma gewoon. Ja. Maar uh, het is moeilijk om, om. Je kind krijgt een kind. Maar check, als, da, als, dat, als dat al schokkend was, wat dacht je van die oom? <laughs> die oma moet nog geboren oma. worden. <laughs> dat, is, dat is een hele Dat zaak. is dat bordel. Ja, Weet je hoeveel echt. van die oma's ik heb die jongen dan moet zijn? Ja. Of, of, of ik ben, ik ben de opa van iemand ja, en dan dat is die ouder ja, dan mij. Ja, maar dat mij. is omdat mijn dochter vrijpostig was toch? Oh, ja, mijn dochter was vrijpostig. <laughs> dus ja, daarom ben ik al oma. Maar ik ben hartstikke blij met mijn kleinzoon. Echt waar? Mooi, man. Zou mooi, niet mooi. willen ruilen van niemand? Nee, dan begrijp je wel dat je zegt, I'm done. Want dit geldt eigenlijk ja, ook man. als ja. Uh, ja. een kind erbij Ja. Oké. Oma Chantal. Oma Chantal, geen geintjes hoor. Oké, maar Jotankosi, Grokosma, standaard. Die krijgen ook dezelfde opleiding. Want hij is allemaal goed met ze gekomen, toch? Natuurlijk, hij weet het toch. Als hij lult, je lult oma, laat oma nou met rust. Dan kijkt hij naar mijn oma. Ik nee, laat oma nou met rust, hè. Doet zuigen. Ik ben gewoon grof maar het doet ze niks. Want ze zeggen gewend dat ik zo ben. Misschien een vreemd kind dat mij niet is. Al die kinderen in mijn buurt. Ze noemen ja. me allemaal Tante Chantal. Ja, ja, ja. En ze weten allemaal dat als ze lullen, dat ik gewoon grof ben in de bek. <laughs> en ze genieten ervan gewoon. Ja. Ik, ik, ik kwam niks tegen wat ik uh, niet, niet eens wist. En je moet me zeggen uh, als we het daar niet over moeten hebben. Mm -hmm. Want volgens mij ben je ook een kind verloren toch? Klopt. En is dat ook in deze periode? Ja, dat was voor mijn zoon. Ja. Voor uh, Ace. Ja, ja. ja, als ik, uh, had ik een miskraam, was ik bijna dood zelfs. Uh, ik dood. Ja, ik was echt bijna dood. Ik had een uh, inwendige bloeding. Die eierstok knapte. En ja, ik wist het niet. Ik had pijn wel, pijn. Maar je weet toch, als vrouw heb je altijd buikpijn. Mm. Maar deze buikpijn ging niet weg. En op een gegeven moment kon ik niet eens meer staan. En die man van me begon dan van... Hé, hey, Chantal toch aan het ziekenhuis. Sorry. Ik ging nog... Nee. Ik kan nog even het gaat weer gaan. Volgende ochtend, ik kon niet opstaan. Ik was in de badkamer met Miefa. Hij zei: Rot op, we gaan nu weg. Hij mm. me opgetild, we zijn naar AMC gegaan. Mm -hmm. Ze gingen kijken, zagen ze bloed in mijn buik en shit. Ja. Voordat ik het weer was, ik ook op de elkaar. Ik was echt bijna dood. Ja, 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 als, ja, als, als hij dus niet op zijn streep had gestaan en mij had gebracht, was uh -huh. ik dood. Want die uh -huh. dokter zei ook: Als ik een uur later was gekomen, was het klaar. Mm. Dus ja en dit is ook pas allemaal pas, maar dat is ook kijk doordat er zoveel is gebeurd in een korte tijd, ja. dat was ook de reden waarom ik die postnatale depressie heb gebeurd. ja tuurlijk ja nu wordt het uh... ja. omdat je hoe sterk ik ook ben, ja. het zijn toch een heleboel gevoelens die in één keer op je afkomen ja, ja. en als het niet meteen komt, dan komt het zo ja. Dus ik verwerk wel dingen. Vooral omdat ik online praat erover. En je praat open hier. Ja, heb ik ben open, open over, ja, ik praat er open over. Daar krijg je ook lotgenoten. Yes. Mensen die ook hetzelfde hebben meegemaakt. En dan gaan ze je benaderen en dan ga je mee praten. Therapeuten mee praten, vrienden mee praten. Dus eigenlijk het geheim is praten. Ja, ja, ja. Als jij niet praat, word je gek. Ja, toch? Echt gek. Ja, toch? ja, je wordt echt gek. Iedereen kan, het, kan op het puntje staan, op het randje van bijna... en eraf gaan door te praten. Maar kijk, op zo'n zo moment wordt jouw tragedie, is misschien, uh, nee, ik moet, ja, jouw tragedie en het delen ervan kan andere mensen helpen. Tuurlijk, Want, als, wat, ja. Het, mooi, het wat, mooie wat ik vind, ik zeg, ja, jij tropt zo real shit en uh, uh, soms is het gewoon steeds op negatieve, vind ik dan. Ja. Uh, en dat soort dingen, maar dan heb, die, dan heb je ook die attie om dit te delen. Ja, 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 maar en dat, dat is... compliceert in mijn ogen alles gelijk. Ja. Want je kan ook, je kan ook, je kan ook zeggen: Normaal. No, ja, ja, nee, ik deel gewoon alles. Dat is het. Ik Real wijs... is jouw thema gewoon ja, klaar. Dat is het gewoon en dat echt. Is als ik hier je met jezelf hebt ja, gemaakt, ja, waarschijnlijk. Klopt. Maar zo ben ik ook in het echt. Hè. Ja, ja, ja. ja. Ik, alles wat je ziet is een stukje steeds van Chantal. Ja. Het is niet een, een gemaakt iets van: ik ga nu online en dan, ah, ja. dan ga ik zo doen of ik ga zo. Nee. Als ik geen zin heb om haar te komen, kom ik gewoon ongebaat, hey, E-Lasselen. Ik ben niet gebaat vandaag. Meer, helemaal konkel. En dan begin yeah, ik te praten. Vandaag ben ik okay. vers gebaat, mijn pot, mijn parfum, alles. Vers omdat ik hier kom. Maar als ik thuis thing. ben en ik ga live, heb ik scheid. Ja, ik heb helemaal scheid. <laughs> yeah. Als ik niet gebaat ben, ik hoef het niet te zeggen, maar ik zeg het gewoon. <laughs> Van, hey, look, no, my, no, het is jullie zaak vandaag. Mm -hmm. Maar we gaan konkelen. Met andere woorden, ik ben als jullie gewoon. We zijn hetzelfde. Je hoeft niet altijd smooth online te komen en dan denk je van, oh Chantal, oh, is altijd no smooth. Nee, ik ben gewoon ongebaat. Maar dat je rijpt die man wit man, dat wel. Nee. Ik ga eruit knippen. <laughs> <laughs> ga eruit knippen. Nee, nee, nee. Okay. nee. Ik hoef geen wit man. Okay. Nee, ik wil ergens. Nee, maar oké. Okay. Kijk maar allemaal dingen kort, kort, kort Chantal. Mm -hmm. Ai. Schrik jij dan niet van uh, de steun die je krijgt? Ja. Van die mensen dat je denkt, hey wow, dit had ik niet verwacht. Dat nee. had ik niet verwacht, nee. Die love die ik krijg van dat dat, dat dat maakt me blij. En wil je dan niet, wil je, dan niet je, je content een beetje switchen in de zin van, ik ga dit soort dingen vaker doen. Nee. En dit, en dat. Nee, ik, dit, is, dat dit ben ik. Gewoon wat, dit is Chantal. Wat, wat gebeurt, gebeurt. Chantal is Chantal. Ja, mm -hmm. Als ik vals ben, ben ik vals. Dan ben ik kost de boel. Ja. Als ik verdrietig ben, dan piet ik mijn snuit. Ja. Als ja. ik blij ben, dan lachen we de hele avond. Dat is gewoon, ik, ik, ik ben gewoon mezelf. En als je mij wil volgen, dan, dan volg je me. Als je me niet story, wil volgen, dan, dan niet. Volg je me niet. Dan als je je hindert, ga gewoon weg. Kom ja. geen shit schrijven onder mijn shit, want niemand kijkt naar je. Ik blokkeer je en ik schrijf je ja. aan de kaart. Ik, ik vind dat een heftige keuze dat je zegt: I'm gonna put it all out there. Ja. Uh, everything. Ja, maar omdat er is al zoveel nep online. Uh, ja, genoeg. <laughs> ja. Eigenlijk is driekwart nep. nep. Ja. ja. De meeste vrouwen komen online... Kijk, vandaag ben ik vers, toch? Uh -huh. Alles is altijd vers. Uh -huh. Je bent niet altijd vers. Ja. ja. Ik kom gewoon zonder crème. Dat uh -huh. ik van... Hey, ik, uh, ja, sorry, vandaag ben ik ook <laughs> Ja. Zo zijn we als mens. Uh -huh. En doordat je jezelf kan herkennen... Dan vind je het leuk om te kijken naar Chantal. Uh -huh. ja. Maar zo krijg je ook de pest... Omdat Chantal dingen zegt... Yeah. Die jij denkt... Uh -huh. Maar niet durft te zeggen... Uh -huh. Want dat, heb ik, dat zie ik ook vaak. Uh, jij zegt wat je denkt, jij stoort, je, uh, je had het net over nep, jij stoort je ook aan hoe die vrouwen tegenwoordig allemaal eruit ja, zien. Het is nep, ze lijken allemaal hetzelfde fucking is. Als ik het een beetje ja. ja. Je kan niet hetzelfde zijn. Ze gaan allemaal zelf de billen zetten, zelf de lip. <laughs> ze zetten wimpers van drie, drie kilometer breed. Ik vind het maar jammer. Terwijl ze allemaal mooie meisjes, gewoon vrouwen. Dat vind het ik het enge, dat ze al, naar mijn mening. Kijk, je mag doen wat je wil met je lichaam. Maar ik mag ook zeggen, je was al mooi. Ze zijn al mooi en dat je vind ik jammer. Maar ze hebben nu meestal het idee dat ze niet mooi genoeg zijn. Maar ze willen lijken op wat er... Nu, daarom op die Instagram-meisjes. Maar die ja. Instagram-meisjes zijn niet mooi als je ze gewoon live ziet. Kijk, als je ze ziet online, Foto zijn ze over. af. Ja. Ja? ze hebben ze fully make-up, helemaal ja. alles is af. Die kleren passen erbij, hun haren, ah. extensions hier en daar. Zijn dan in hun ogen de perfect woman. Ik vind het gewoon dof, maar voor hun zijn het de perfecte ja. vrouwen. Jonge meisjes die gewoon prachtig zijn van nature... Ja. gaan dan hun natuurlijke schoonheid weghalen om mm -hmm. op die te lijken. Ja, dat kan ik niet verstaan. En dat ding is, het is niet eenmalig, dan moet je het ook nog bijhouden. Ja, en dan wordt het, ja, het ik, is dom. Het klinkt oud misschien, maar dit is wat... Nee, het is ik dom. Vind. Ik vind het dom. Want ik leer mijn dochter dat ze prachtig is. Mm -hmm. ze, ze is prachtig. Ze hoeft niet uh, nep haar te zetten. Mm -hmm. en dan, want kijk, ik ging vroeger ook... Oké, ik was Lissy. Ik had geen zin om haar te kouwen. Dus dan ging ik pruiken kopen en pruiken dragen. Ja. Vanaf ik haar heb gekregen, toen ze... Even kijken, volgens mij was ze vier. Toen zei ze ineens, mama, ik wil ook die haren wat jij hebt. Zo'n geladen pruik. Hé, oh, ja. hey, me, vals, ik me vals. Me vals. Me bonk alle die pruik weg. Mm -hmm. Ik zeg, je hoeft geen pruik. Ik zeg, jouw haren. Mm -hmm. Dat kopen mensen in de winkel. Dan zetten ze het op je eentje, brada. Wat voor pruik zoek je? <laughs> ja. Vanaf die dag heb ik geen pruik meer het voorbeeld? gedragen. voorbeeld? Ah, ja. ja, heb ik geen pruik meer gedragen tot de dag van vandaag. Is zit dan? Omdat je, ja, je kan praten als ouder. Mm -hmm. Maar je kind doet wat jij doet mm -hmm. En dat is wat veel mensen vergeten. Ik had het net over die uh, aannames of die conclusies die ik trok om naar jouw filmpjes te kijken. Mm -hmm. Eén van ze is een beetje aan het verdwijnen bij mij. En dat is dat ik dacht van... Chantal is toxic. <laughs> wat zeg jij zelf daarover? Nee. Helemaal niet? Nee. Okay. Nee. Ik ben gewoon eerlijk. Ik ben eerlijk. Ik ben niet toxic. Nee, ja, niet toxic. niet toxic. Nee. Toxisch is wanneer je niet leert van je fouten. Yeah. En je blijft steeds hetzelfde doen. Je blijft hangen in, je doet iets, het werkt niet, maar je blijft het doen. Dat is toxisch. Dat is niet wat ik doe. Ik stoot mijn hoofd. Biep. Nee, no, maar dat gaan we niet meer doen. En ik zoek een andere passie. Als we het hebben over uh, een keer dat jij je hoofd hebt gestoten, dus uh -huh. je meest toxische actie. Dat ik zei, ik nog... was single. Is dat is het Ja, dat is het, het is dat ja, dat is ergste. Dat is het ik heb gehad. Uit heel je 39 jaar is dat het ergste, jongen Tijn. Dat is het domste. Echt? Ja, dat is dom. echt dom. Oh, dom. Nee, dan ben ik veel ja. meer toxic dan jou. Ja, Als ja, ik ja, naar het verleden nee, kijk. Weet je hoe toxic ik ben geweest? Dat met na je trauma aan vrouw, wat hey. sowieso al, uh, 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 not, uh, wat ik niet goedkeur, maar gebeurt wel eens. Vaker. en dat ik dan tegen haar zeg minoai na ja man voorlopig nee dan ben je laag maar bent zo laag dat je echt ik wil je de laad uitsturen dat is super laag dit, dit is vroeger hè dit is vroeger laatst had ik het nou een keer over je kan niet zo laag zijn dit is super laag dus wat je tegen haar zegt minoai na ja man voorlopig maar dan zeg ze maar goed? dan zeg ik no if you love me minoai you know en dan weet je wat gebeurt is dan wordt ze creatief slagi hè Vroeger, hè? Vroeger. Heel goed, lang hè. geleden. Dan wordt ze creatief, dan bedenkt ze iets. Dat is ook een biggie-proef hoor. Maar ik, ik ga het nog erger maken. Ze is niet de enige bij wie ik dat geintje heb uitgehaald. Maar check. En ik hou van sterke vrouwen, dus. Dat uh, uh, <laughs> is ik heel, ben lastig een heel lastig. Dit. lastig ja, is heel lastig. Nee, maar zie je hoe ik deel? Maar dan lukt het haar ook, omdat ze zegt ze heeft last. Maar dan heeft ze zo lang last dat hij haar brengt naar de datra. Oh jee. En dan blijkt niets aan de hand te dus zijn dan tagnospa. Je, kan nee, je weer, bent echt een datra. Ik, ik was. Ik was. Woef, woef, ik, ik was. Dit kan echt niet. Dit ik was. Kan echt niet. Nee, jij bent giftig. Ik, nee, ik was. En ik vertel het omdat ik zeg. Je hebt gezien Aan dat die giftigheid niet nee, dus dus kan, hè? Dus ik ben ook niet toxic. Ik heb mijn hoofd gestoten. Je hebt je hoofd gestoten. Zo noem je het. Zo moet je we hebben je, ons je hoofd, hoofd gestoten. gestoten. Je hebt je hoofd gestoten, je hebt geleerd. Dus we zijn niet toxic. Niet meer. We zijn we niet toxic. Je hebt je hoofd gestoten. gestoten. Toxic is wanneer iedereen blijft hangen, je blijft het doen. Toch? Dat is, hem. Ja, dat is het giftig. Maar, maar, ja, maar ik was nog, toch heb ik nog wel wat. Toen ik met hun vader ging, yeah. ik van die, die drie kinderen was ik ook giftig. Dat was giftig. Nou. Want ik wist al dat ik niet meer werkte, maar ik bleef vasthouden, omdat ik kom uit een gezin. Mijn moeder en mijn vader zijn getrouwd met elkaar. Ze zijn met elkaar vanaf Chima. Tot nu. Mm -hmm. Dus dat is wat ik ook wou. En ik had nou eenmaal al die drie kinderen met hem. Het ging niet. zeer. Maar opgeven was geen optie. Dus je gaat door. <laughs> tot, tot elkaar bijna kieren en shit. Okay. Dat was echt een hele giftige situatie. Zie je, toch hè? Ja. Maar daar kan je toch zien dat ik een mens ben met een goed hart. Want? Want nu is zijn vrouw mijn beste vriendin. En we kunnen nog steeds door één deur voor okay. die kinderen. Ja. Ze gaan, om het weekend gaan ze bij hun vader gewoon. En ja, dus die giftigheid is eruit. Dan heb je hebt je hoofd gestoot. zeg ik toch, ik heb mijn hoofd gestoten. Okay. Okay. Want anders was ik nog steeds zo, dan zal die keel nu ook schijnen. Maar je ziet de toch, de ik heb gedeeld en opeens herinner je van, oh wacht Nee, even. Ik, ik keek naar haar ineens. Oh, nee. en dacht ik, oh ja, nee, oh, nee. oh, nee, je vader oh, was het oh, koud. Oh, ja, ik zie ze ook zo mooi aan, Shit, maar. ze weten ook Maar zo ontwikkel jezelf en dan word je de mens. Je wordt groter, je wordt verstandiger en je leert van je. Je hoort te zijn, Ja, je fout. Dat no, wil ik ook Oké, okay, we hebben de meest toxische toxic, kanten gehad. Zie je, ik kan ineens uitspreken en dat bewijst, ik ben niet meer die man. Hey, je hebt het geleerd. <laughs> ik heb geleerd, ja. Eh. Uh, wat komt in je hoofd als je denkt aan uh, een van die times van je die je hebt? Want jij, jij ziet dus iets gebeuren. Gaat onderzoeken, zeg je. Ja, Research met dan... de producer van een show. Ja. Uh, hallo, uh, hoe zit dat? Gewoon zomaar, maar. Ja, ik ze gewoon, heb helemaal te Soms maken. Soms ken je die mensen niet Ik ken ze nooit. <laughs> ja, ik bel ze gewoon via Facebook. Het is gewoon bemoeizuchtigheid. Bemoeizuchtig en meestal benaderen ze mezelf. Nu om, inmiddels. Om, ja, omdat ja toen... maar ook vanaf het begin dat ik conkel. Ze benaderen mezelf. Omdat ze weten dat als je mezelf benadert, dan kan je je eigen verhaal doen allemaal. Juist. En ik ga dan niet iets vertellen wat niet klopt. Ja. Dus, en jij noemt namen alles? Ja, als het een. een, een, een als, kijk, als je het gooit online. Als je het zelf al hebt gedeeld ja. onder ja, ja, Online, okay. onder je naam en shit. Dan weet ja. iedereen voor wie het gaat. Ja. Als ik dan begin van. Hey, Lugo -no, heb je dat filmpje gezien? Bijvoorbeeld, ja. kijk, was een filmpje. Wat was de naam? Nou? Want ik heb genoeg filmpjes gezien aan mijn denken. Welk filmpje was grappig? Was een kill in Suriname? Maar ben Jamapoentje zo heftig. Oh. Eén dikke poenie. Uh -huh. Gewoon ik als vrouw zelf. Van. keek naar die poenie en dacht: wat <laughs> een dikke poenie gewoon, ja? ja? En die man ging die poenie zo origineel eten, gewoon uh -huh. dat ik het niet kon geloven. Ja. Okay. En toen ik het erover had online, uh -huh. iedereen ging helemaal stuk. Maar ik ook. Ja. Yeah. Echt, terwijl ik het ging vertellen. Want die man zat echt te genieten. Maar je weet, hoe Surinamers zijn in Suriname. In uh -huh. eerste instantie wilden ze die man kapot maken. Juist. Yes. Maar nadat ik ging konkelen, gingen ze dat ding anders bekijken. Die, toon, die man toon. heeft gelijk. gelijk. Zo'n mooi poontje. die kan je niet moet laten gaan. Ja, het worden, moet no? gegeten worden okay. en met beleid. En hij heeft het met beleid gegeten. Kijk, en dat is. ik je met... allemaal in props eigenlijk? Ja! Ja, ja want hij verdiende het. Ah, ja. Zo'n mooie bolle poenie <laughs> heb ik nog nooit gezien in mijn leven. <laughs> ja! Is en het, dat... is het bij die poel? Misschien... Ja, ja. Oh, dan ja je ja, 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 het zelf Het is je bijgebleven. En dat zijn dus dat zijn gekke dingen. Mm -hmm. Maar zo draai ik soms gewoon dingen die negatief worden belicht naar iets positiefs. Ja. Omdat ik anders kijk. Ja, ja, ja. Ik kijk anders naar dingen gewoon. Ja, nee, is waar. Ik heb het live meegemaakt hoe. Uh, hoe... Ik sta eens iets zelf een kleur geven. Ja, ze uh... fokken het altijd op. Ja. Vooral als het met, met seks ze fokken het ja, op. Ja, ja, ja. Zolang je met seks beginnen, zie je, je eerst helemaal kapot te maken. Nee. Terwijl dat hoeft niet. Ik bedoel, seks hoort bij het leven. Ja, yeah, true Het is niks spannends eigenlijk en? om naar iemand te kijken. Nee, maar het maakt niet uit hoe nash het is. Als het met uh, consent is... Als die mensen, mensen genieten. Met mag maar genieten. Hallo, is toch niet ons probleem. Yeah. Laat wij ook genieten. Niet minderjarig en met consent is all to the good. Doe je ding. Doe je ding. Doe je ding. Geniet. Doh? Wie van aan billen, een Jan de bil. Is Frey. niet mijn probleem. Vrij. If you een boel, boel. Is niet mijn probleem. Dan kan boel mee. Maar hé. Hey. <laughs> dat zou een probleem zijn. Hé, daar hebben we een grote probleem. We een boel. Nee, daar sta je niet voor open. <laughs> so. I mean bull. Nee, Oké. Okay. Uh, ik wil niet. Oké. Okay. Nee, precies. Maar als dat wel je ding is, is dat That je is ding. Je mag dat langer boel. Dat is het verhaal. Ja. Yeah. Boel. <laughs> ja, je moet doen wat, wat goed is voor jou. Mm -hmm. En je niet storen aan een ander. Dus ik kijk naar jou en ik denk, deze moet ik een keer uh, op het podium zien. Wat ben je van plan allemaal te doen? Nou, is zwanger nu, maar laten we ja, zeggen daarna. Wat ik zeg benieuwd? nooit wat ik ga doen. Oké. Okay. Maar je weet wel wat je gaat doen? Altijd. Oké. Okay. Altijd. Okay. altijd. Ik weet altijd wat ik ga doen, maar ik zeg nooit wat ik ga doen. Nou, dan, dan, dan gaan we het doen met, ik zie jou gewoon uh, uh, podium doen. Jouw social media ding. Ik zie jou heel veel meer doen. Because you're Klopt. talented. Dat Klopt. is heel die tory. Ik ga, daarom daarom had ik het voorbeeld erbij van toen je zo uh, met dat filmpje bezig Klopt. was tijdens die beef. Zeg ik nou, deze heeft gewoon een rare, gekke ja. talent. Wat vanzelf. Dus, uh, en ik power uh, 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 ons sowieso. Ja, ja. En onze strana talent. Uh, daarom komen ze ook hier aanschuiven sowieso. En praat ik graag met jullie allemaal. Dus uh, ik vind het dope. En ik vind het dope wat je, je doet. Je wel, dank je wel. Ja, Jera? Dank je wel. Uh, waar kunnen we je vinden om alles te supporten wat je doet? Oh, uh, Facebook, Instagram. Ik moet nu wel TikTok gaan doen, dat had ik niet gedaan. Ik weiger, hè? <laughs> ik ook. Ik weiger het te doen. <laughs> ik ga kan niet doen, zie je ervoor. Ja, maar, maar je, je kan het weet niet. Weet je wat mij overkwam? Ik was in Suriname en mensen zeggen me, meerdere mensen... Ik heb je op TikTok gezien. Hey, ja. Ik ken je van TikTok. Maar omdat andere, TikTok, andere mensen gebruiken je. Jouw content. Ja, Gebruik je. Want ik ben wel op TikTok, maar ik niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik ben op TikTok, maar mensen doen... Mij wel na. En ik vind het helemaal geweldig. Ja, ja, ik kom dan ik komen mijn nichtjes dit. of mijn dochter. komt ai, zegt, ai, zegt Mama, kijk hier. Ai, ai, dit ben jij. Dan zie je mensen. Dan doen ze stukjes doe van mijn van van no Is, van is Leuk toch? Ik Compliment. vind het helemaal geweldig. Ja. En ik zelf ben gewoon een beetje Lissy, denk ik. Lissy, Ja, ja nog toch? iets erbij. Ja. Snap ai, je? Is weer een uh, platform. En doorhebben platform. hoe het werkt. Ja, zoveel. Ik word al moe van die filmpjes. Kijk, ik ben gewoon van de spontane. Mijn lid gewoon gewoon gewoon. Ik was niet ja. Die TikTok moet ik. Ga regelen en shit. Meneer de. <laughs> ja, meneer de. Ik ben niet een geregelde chickie. Dus waar vinden we je wel? Facebook, Instagram. Is je zaak. Is je zaak hè. Uh, uh, Instagram. Instagram. Chantal, is je zaken? En waar nog mee? Uh, ja, op. op uh, wat dat ding? Snapchat. Op Snapchat. Wonder okay. Team. Zelf dat is mij niet gelukt. Het Wonder Team. Oké. Okay. Ja, en Wonder. daar zien we ook die leuke kinderen ja, Wonder, van je. Bij Wonder, zeker, Wonder hè? Team zie je alles. Nee, dope. dope. Wonder team, bij Wonder Team Snapchat ga je stuk. Bij Snapchat zie je wat ik zie. It, a, Voordat ik het ergens anders doe. Misschien heb je daarover nagedacht, maar hij is een, is een reality-TV-san niet. Hè? Eigenlijk het wel. Het Wonder Team? Ja, ja. Dus, uh, ja. ja. Mijn zoontje kwam er mee toch toen, toen hij Chimang was? Oh, is je toch? Hij keek naar die Wonder Team, Wonder Team, ja. Wilpin, no so tekenfilm. Oké. Okay. Toen waren we nog met z'n drieën. Ik, twee zoontjes. Toen zei Mama, wij zijn als hunne. Zeg ik, zo Ze zei: Je helpt altijd mensen toch, Wonder Team. Ja, oh, En zo is leuk, het leuk. dus uh, gebleven eigenlijk. Leuk, leuk. Ja, zo is het gebleven. Hoor. milo min, Milo min. Ga Chantal checken en supporten. En houden in de gaten. Want ik heb een gevoel dat, we veel, dat er veel meer gaat komen. Ja. Dus ook ik ga het in de gaten houden. Is maar het topje van de SBR. Is het toch? Ja. En terwijl je bezig bent op het net support. Ook uh, deze show. Abonneer je op Gilly's Loved Line op YouTube. Volg op Facebook uh, uh, voor behind the scenes dingen. Volg me op Instagram. Gilly Eigenlijk at op alle handles. Hier, hè? En uh, wil je echt goed supporten. Dat kan. Lees dan in de description hoe je dat kan doen. Uh, als je zoiets hebt van, ik heb ruimte. I love this. Ik kan deze show waarderen. Want we maken hem met heel ons hart. Maar besef, is niet even, even. Ja. Prima, so al good. Maar als je het kan waarderen, support. Een like helpt daarbij. Een share, het abonneren helpt er allemaal bij. Delen is lief. Delen is heel lief, <laughs> maar ook belangrijk ja. als we heel eerlijk zijn. Uh, want daardoor uh, gaat het algoritme denken van... Oh, je vindt dit leuk. En die gaat het dan allemaal aanbevelen en shit. Dat is uh, het echte verhaal. Uh, dus doe dat uh, alsjeblieft. Uh, we houden contact. Vind je Jawel. leuk, ja, Jawel. Jou zie ik graag bij de volgende date. En zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Yeah. Dankjewel hoor, het was leuk.